ik zeg maar jong was, was geopereerd en je bent ijdel en zo. Ik schaamde mij voor mijn litteken en voor mijn scheve rug. Dus ik ging naar het strand met een t-shirt, dat soort dingen. En dan dacht ik bij mezelf, als mijn mindset nu sterker is dan ooit, dan ben ik sterker dan ooit. Kijk, uh, ah, dit, is, dit is mijn vader. Super trots op hem. En ik ben gewoon heel blij dat er heel veel mensen hem hebben bijgestaan in goede en slechte tijden. Hey, what up, it's game, man. Nando Hey, what's up, yo, this is 50 Cent. Hey, this is Rihanna Fernando. Hey, yo, Fernando. What's up, DJ Charlie. Hey, what's up, everybody? This is J Balvin. Nando Leaks, okay? Okay, okay? Fernando. X is in that station for a reason, baby. -I? -B -I, -B I Nando Licks. Real talk. Yo, what up, it's your boy, Fernando, a.k.a. Mr. Keeper Hard Keeper Bang. En welkom bij een gloednieuwe Real Talk Podcast. Volg het, like het, deel het want deel is vermenigvuldigen. Deze podcast gaat over inspiratie, motivatie, kortom alles wat je wil weten over jouw favoriete beroemdheden. Dus als je suggesties hebt denk ik, ik wil die ook zien, No probleem al, laat het hieronder achter. Het mooie er is als je in de description beneden kijkt, zie je ook wat voor mooie prijzen je kunt winnen. Dus Laat die motiverende woorden achter. Wees lief voor elkaar. Share the love. This is real talk. Vandaag met een man in de in. die heel erg inspirerend is. Ik ken hem al jaren. Hij is een next level voetballer. Hij had de droom om een profvoetballer te worden. En zijn wervelkolom die, die, die groeide scheef. Kreeg een pinnetje in zijn rug. Vervolgens ontwikkelde hij een andere droom: hij werd prof straatvoetballer. Hij is een legend. Hij heeft iedereen al ontmoet die jij een legend vindt. Ladies and gentlemen, pap, pap, pap nu. Ja, je, je prijst me echt te veel, man. Bro, ik zeg alleen maar real talk, bro. Dus het is gewoon zo. Je hebt gewoon mooie dingen uh, meegemaakt. Uh, uh, toffe dingen bereikt. Je gunt heel veel mensen. En daarom vind ik het belangrijk om je ook even die, die shine ook weer terug te geven, man. Dankjewel, man. Wordt echt heel erg gewaardeerd. En ik hoop. Dat ik met deze shine gewoon weer even een stokje kan geven aan heel veel mensen die aan het kijken zijn. Ja. Ik heb echt een paar mooie dingen van je gezien. Deze stond al heel lang gepland, al jaren geleden. Het is er maar niet van gekomen. Ja. Maar ik ben erg blij dat, uh, ja, dat ik nu hier mag zijn. Ja. En ik hoop dat dit uh, ja, heel veel mensen uh, wat gaat opleveren. Raman, Want dat, uh, ja. dat zou het mooiste zijn. Yes, kennis, liefde delen. Je wordt al goed behandeld. Je voeten zitten gelijk. Uh, <laughs> je voeten zitten <is> helemaal goed. Ik <laughs> kom uit Rotterdam. de groen, witte gids. <laughs> we zijn hier in Dansko, Alleen maar liefde. Ja, want ik weet nog, een, een, een tijd geleden zouden we ook die podcast opnemen. te zei bro, Achilles Achillespees, afgescheurd. Ik denk, het klonk al pijnlijk, het gesprek al. Maar hoe, hoe is het voor jou, man? Ja, om eerlijk te zijn, ik ben echt zo blij en dankbaar dat dit is gebeurd. Um, en het klinkt misschien, kan het heel gek klinken? Ja. We zitten allemaal toch wel in een rush, weet je. We zitten hier in deze snelle wereld. Uh, we worden veel geprikkeld. Uh, er zijn veel verleidingen. Er zijn veel dingen die op je pad komen. Uh, tijd gaat snel. Iedereen praat over tijd gaat snel. En daarom is het behalen van je doelen misschien nog langzamer. Ja. Snap je die? Als jij bijvoorbeeld, ja, als de tijd snel gaat... en je denkt, jaren jaar is hoog voorbij, maar ik, heb, ik wil dit nog bereiken. Dan gaat het behalen van je doelen heel lang zijn. Op een gegeven moment, weet je, we weten allemaal... Dat we geblest zijn. We weten allemaal wat ons echt gelukkig maakt. Uh, maar soms wil onze schepper even zeggen van... Hé, hey, volgens mij moet je even rustig doen. Volgens mij moet je even gaan nadenken en prioriteiten stellen. Voelt het zo dat, 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 jij, dat dit jou overkwam om meer na te denken, om stil te staan? Ja, op twee manieren. Kijk, laat me het zo zeggen. Um, ik heb echt, ja, ik kan dit met je delen. Ik heb echt een prachtige droom die uit is gekomen. Ik ben, uh, ik ben net verhuisd, ben geblest, uh, gezonde kinderen, familie om me heen. Ik heb een vader, ik heb nog een vader. Voor mensen kunnen dat zeggen dat ze twee vaders hebben. Ik heb een moeder, vader, uh, mijn biologische vader, die is op uh, ja, jonge leeftijd, is het uh, snel <coughs> een beetje felend geworden. Uh, hij raakt uh, heel erg ziek. Ja, daardoor was het best wel lastig richting psychose, schizofrenie, dwangneurose. En, en zo lang, weet je, ik was jong en zo lang uh, heb ik ja, eigenlijk niet veel kunnen doen. En je weet, ja, ja, je hebt uh, Arubaans, Arubaanse ja. bloed, uh, Mokro, uh, was Vorig jaar was ik bij uh, Patrick Luwit ja. en al heel lang was ik bezig, weet je, om... Om te verhuizen, om het mogelijk te maken dat mijn biologische vader bij mij komt wonen. En en waarom vond je het belangrijk? Omdat het je plicht is als die mogelijkheid daar is om voor je vader te zorgen. We zijn allemaal kwetsbaar geweest, we waren allemaal een bloedklontetje. Uiteindelijk zijn we tot leven gekomen. En sommigen zeggen ook van zo, wat mooi dat je dat doet. Nee, is, ja, ik snap het wel. Natuurlijk is het mooi, maar het is mijn plicht. Het is nog veel mooier dat ik een vrouw heb die dat support. Ja, en als je dan, ik wou Patrick Luis zeggen vorig jaar, dat is ook prachtig, maar zijn schoonvader woont in huis, hij leidt aan een Maar zijn schoonvader, voor hem, tegen hem kan ik zeggen, dat is knap van jou, hij zijn schoonvader, niet zijn biologische vader. Ja. En als je dan dag één in je nieuwe huis en weet dat je vader bij je kon wonen, je bent met zoveel blessings, ik heb mijn bedrijf, en zoveel andere blessings, dan die dag scheurde ik me. achterlespees. Wauw. En dan heb je dus twee redenen van één. Even weer terug, nadenken in die rush waar ik in bezig was. Prioriteiten stellen. Ik heb meer mijn familie gezien. Ik ben spiritueel veel sterker geworden. En tegelijkertijd is het ook van hé, hey, je hebt veel gekregen. Je, wij hebben sowieso al veel. Toen we denken aan, dat ga ik je zo vertellen, maar we hebben sowieso al zoveel blessing zonder dat wij zijn, zo, wij zijn multimiljardair zonder dat we door hebben. En dat is wel van hé, hey, kijk hoe je gaat reageren hierop. Bro. Als je gaat kijken naar de verhalen van de profeten, wat voor beproevingen ze allemaal hebben gehad. Dit is niks, man. Dit is, kan je vergelijken dat als zij misschien een nageltje te, ja, ja. te, kort, te ja. kort hebben afgeknipt. Ja. But, but that's it, weet je. Um, maar, ja, maar ik kan me toch voorstellen, want het is je voet. Ik bedoel, je bent straatvoetballer. Je moet, alle trucjes doe je met beide benen. Ja. En dan, dan is wel van, hé, hey, maar dit is een van mijn, uh, mijn, dit is mijn troef. Een van mijn uh, grootste hobby's was schaken, terwijl, sinds basisschool. Je altijd vooruit denken, en ja. als ik op mijn 35ste uh, nog afhankelijk zou moeten zijn van mijn fysieke gesteldheid qua trucjes en zo, dan denk ik dat ik mijn vervolgplan al te laat had ingezet. Dus het doet gelukkig ja, ook zakelijk gezien en ook ja, vooral zakelijk gezien, doet het eigenlijk niet, niet zoveel of niets. Uh, om terug te komen over waarom wij multimiljardair zijn, weet je, om daar weer over. Ik zag zo'n filmpje van een guy. Hij zegt bijvoorbeeld tegen jou, Stefan, je kent mij niet. Ik zeg ja. random tegen jou, Fernando, ik geef jou 2 miljoen euro. Dan zeg jij van, uh, oké, okay. zou je me dankbaar zijn? Ik geef jou 2 miljoen euro, bro. Dat is echt nice. Ja, toch? Ja. Zou je me altijd dankbaar zijn dat ik jou 2 miljoen euro heb ik, ik ben paranoïde, ik zal me afvragen waarom je het geeft. <laughs> nee, gewoon, nee ja, 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 die komt zo meteen. 2 miljoen euro, ik geef die aan jou. Zou ja. je me altijd dankbaar zijn? Je kende mij niet, hè? Zou je me dankbaar zijn? Kijk. Ik zou dankbaar zijn als je aan me geeft, maar ik zou me ook schuldig voelen. Nee, kijk, nu komt de lieve van hem even gewoon. Nee, 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 maar Het gaat om het moraal van okay, okay, het wit. Laten we niet te lang Oké, Oké, ik ben dankbaar. Ik ben dankbaar. Altijd, toch? Altijd. Ik ben dankbaar. En je kende mij niet, maar vanaf die dag, zou je me altijd herinneren? Ik ga je altijd herinneren, want jij was de enige gek die naar me toe kwam. Je gaf me 2 miljoen en ik denk, ah, vergeet je nooit meer. Nu zeg ik tegen jou, Fernando, die twee ogen die je hebt, ik geef je die 2 miljoen, maar ik wil jou twee ogen daarvoor terugkrijgen. Zou je dat geven? Nee. Ik wil mijn kind elke dag zien. Dus dat betekent dat die meer dan 2 miljoen euro waard is. Ja. Dat betekent dat elke blessing, van je tenen tot je hersenen tot alle organen ja. die je hebt, je bent multimiljardair ja. Zonder dat wij het. En we weten wel dat die blessing er is, maar om weer stil te staan. En dan, onze schepper heeft het ons gratis gegeven. Ja. En ik dacht wel: van, dit is het dan. Kijk hoeveel dingen ik wel heb van. Ik voel dat ik niet dankbaar genoeg ben. Ja. Dus ik moet vaker dankbaar zijn. En ik moet hem vaker herinneren. En dat heeft mij dichterbij gebracht. En Mooi. Dat is wat ik wil zeggen. Weet je, van dit heeft mijn mindset sterker dan ooit gemaakt. Niet specifiek dit, maar je komt ook in een bepaalde leeftijd. Je hebt verschillende dingen meegemaakt. En dan dacht ik bij mezelf: als mijn mindset nu sterker is dan ooit, dan ben ik sterker dan ooit. Ja. Want ik kan wel super sterk zijn. Als mijn mindset niet sterk is, dan is het niet duurzaam. Dan is het voor even. En voor je het weet krijg je een klap en ben je helemaal down. En daarom alleen maar blessings, man. Good vibes only. Sowieso, man. Motivation. Maar, maar ben je ook wel eens zeg maar, het, het spoor kwijt geweest? Als dus je op een gegeven moment... Nu heb je veel meegemaakt, waardoor je in balans bent. Maar heb je wel eens een moment gehad dat je dacht van... Ik ben helemaal niet rijk. Ik moet rijker. Ik moet fysieke spullen. Ik moet dit hebben. Ik moet dat hebben. Ik heb eerlijk gezegd en dan... Ja, tuurlijk. Weet je, als jij bijvoorbeeld... Als je over puberteit en zo... Ja. Dan vind ik bijvoorbeeld merkenleding wel belangrijk. Ja. Ik ben echt wel op een manier opgevoed door mijn opa. Ik heb eigenlijk dus drie vaders. Ja. Mijn opa, weet je, die man heeft mij zodanig opgevoed. Voor mij is geld nog nooit in mijn hart gekomen. In die puberteit, eerlijk tuurlijk. Dan merk ik eens ook, in mijn eerste filmpje had ik, uh, je hebt Eviso, ik had ja. toen ook Eviso, ja, ja, ja. replaybroek, uh, ja. Pradas van Sweden, ja. ik kwam helemaal naar Danskok, ik ja. heb de hele maand gebikkeld in de zomer om die patas te halen, ja. weet je. Ja, toen, toen vond ik het wel belangrijk, maar op zich is geld voor mij geen obsessie. Ik wil wel zo rijk mogelijk worden. En dan hoop ik dat ik continu dat geld aan goede dingen. Goed is, geld is niet goed. Tenzij je het uitgeeft aan hele goede dingen. Weet ja. je. Geld is, is, heeft pas waarde als je het weggeeft. En ik kan nu wel die good guy spelen en ik ben net zo lang die good guy als dat ik datgene ook kan doen. Weet je? Want we worden allemaal verleid op een bepaalde manier. Sommigen sommige, toch als ze een bepaalde bedrag aantikken, is toch van ja, maar als ik het nu geef aan die en die, dan ja, stel ik volgend jaar minder. Dat is continu die, die struggle ja. in je hoofd. Maar ik heb wel met mezelf afgesproken: ik wil deze aarde met, met, uh, met heel weinig geld wil ik verlaten. Het wordt ook wel eens vaak van, ja, ik doe dit voor mijn kinderen. Bro, ik vind, ik vind geld en materiaal vind ik geen waarde voor onze kinderen. Um, het kan ze alleen maar in problemen brengen. Als wij focussen op de opvoeding, uh, ik heb drie kinderen, uh, aan het geven dat ik er ook echt helemaal in zit. Als wij ze opvoeden op de manier zoals het hoort van wat echt belangrijk is en wat je echt waarde geeft. En vooral daarop focussen, want opvoeden is al moeilijk, weet je? Ja. En zij groeien op met, zonder geld in hun hart te hebben. Zonder dat ze zich schamen als ze iets niet hebben wat een ander wel heeft. Dat ze leren om niet te jaloers te zijn. Om ze leren te kijken dat er altijd wel iemand is die het fysiek slechter heeft of wat dan ook. Bro, dat is mijn grootste waarde uh, wat ik aan hun kan geven. Ik kan ze met een miljoen achterlaten bij wijze van spreken. Hoeveel families gaan kapot aan erfenis en ruzies ja. en weet ik voor wat allemaal. Dus uh, voor mij. Ik hoop dat ik dat geld, voordat ik mijn laatste adem blaas, als ik dat geld uh, zou hebben, zoveel mogelijk uh, heb gegeven. Ja. Het zou mooi zijn als ik zo'n dak boven hun hoofd geef. Dat is iets wat mooi is. Iemand, een goede vriend van mij, Danny van uh, Box Fit, uh, Legend... hij zei van, ja, voor mijn kinderen... ik wil een dak boven hun hoofd geven. Dat is een privilege die je ze kan geven. En de rest, zoek het maar uit. Alles zelf fixen. Ja. Ja. Ja, ik denk dat het, ook, dat het ook heel mooi is als je... Behalve het feit wat je zegt wat je wilt meegeven... is het ook belangrijk om uh, die liefde vooral in ons hart mee te geven. Ik denk dat, dat heel veel van ons vergeten zijn hoe belangrijk het is... om inderdaad dankbaar te zijn dat, er, dat je liefde hebt. Dat mensen van jou houden. Dat jij van mensen kan houden. Dat dat eigenlijk al rijkdom is. En dat maakt niet hoeveel spullen je hebt. Zeg maar die spullen gaan die liefde nooit invullen. Nooit. En daar komen mensen pas later achter... Ze denken, hé, hey, maar ik heb 15 miljoen, maar je hebt 0,0 vrienden en mensen die je leuk vinden. En dat, maar dat kenmerkt jou ook. We zitten hier bij Real Talk. Je hebt niet voor niks Real Talk uitgesproken. Ja. Laat me Real Talk tegen jou praten. Oké. Okay. <laughs> Hoe lang zit jij al in de game? Hoe lang zit jij al in de game, Fernando? Sinds 2004. Wauw. Ja. Het is al 18 jaar. Ja. Sommigen die zitten te kijken waren toen nog niet geboren, ja. sommigen waren pas geboren. En sommigen hebben misschien onze leeftijd... Artiesten komen nog steeds, bekende mensen, artiesten, voetballers, komen graag naar jou toe. En hoe komt dat? Omdat jij altijd betrouwbaarheid hebt uitgestraald, je hebt altijd liefde gegeven. Dus los van dat het jou gelukkig maakt, is het zelfs zakelijk super slim en goed voor je om die liefde te delen. Weet je? Want dat maakt jou duurzaam. Als jij in die tussentijd, je weet hoe dat gaat, als jij in de tussentijd iets hebt gedaan, mensen kunnen snel ontcijferen. Ja. Dan zouden mensen niet met liefde naar jou toe komen. Bro, ik ben vandaag hier naartoe gekomen. Weet je hoe blij ik ben dat ik hier ben? Love, man. Weet, Wat dit deed is, ik, man. Dit is, ja, je wil overal, weet je, heb je wel je interview en zo, maar hier, hier ben je wel gewoon. En dat heb jij afgedwongen door jouw liefde die je altijd aan mij hebt gegeven. En hoe lang geleden je mij al supporter. Ja. Toen je zelfs niet eens uh, show bijvoorbeeld in Rotterdam, dit maar in Amsterdam. Ja. Ja, dat is wat, wat jij zegt, weet je, qua liefde, hoe, hoe belangrijk dat is. Ja. Dat kan je, kan je wel zeggen, maar dat moet je zijn, weet je. Ja, ik, ik vind, thanks man voor die compliments, ik geloof daar ook in. Ik probeer mijn zoontje van vijf dat ook mee te geven. Uh, gunnen. Ik, ik, ik geef jou iets, een platform, whatever. Ik zeg altijd: mijn platform is jouw platform. En ik hoef er niks voor terug. Het enige wat ik terug wil, is dat jij die puurheid overgeeft aan de kijkers. Want ik geloof, als ik de mogelijkheid heb om bijzondere mensen te ontmoeten. Of om me heen te hebben. Ik wil dat de kids, de mensen die thuis struggelen of dingen meemaken, dat ze zien dat ze niet de enige zijn. En dat ik ze ook misschien uh, leerstof meegeef waarbij ze kunnen zien van, hé, hey, zo kan ik daar komen. Oh, maar hij struggelt ook. Oh, maar hij, weet je wat ik net aan het begin zei van, jij had de droom om een prof voetballer te worden. Maar je wervelkolom die groeide dus scheef, je krijgt een pin in je rug. Dat verandert gewoon jouw hele leven. En heel veel mensen blijven in het negatief. En die inspiratie, onder andere wil ik eruit halen... dat je ook andere mensen kan inspireren van... ja, je kan verkeerde kaarten krijgen. Of misschien waren het de kaarten die je had moeten krijgen. Dus ik wil jou juist een dikke shout-out geven. Van, nee, <laughs> maar, maar ik zie jou... We gaan ook vandaag kritischer op elkaar. Ja. <laughs> nee, nee, maar, maar het is... Ja. Ja. Nee, kijk, dat is gewoon... Um, hoe moet ik het zeggen? Het feit dat jij dat bent, is dat ook. ook waarom jij heel lang... In deze entertainment uh, business, je ding doet met volle plezier. Weet je? Los van voor jou uh, duizend of vijfduizend meer of minder per maand of per week of wat dan ook, ja. dat gaat jou niet weerhouden om dit te doen. Waarom? Mooi. Jouw Mooi. liefde zit erin. En ja, dat maar. doet mij denken weet je, aan als je gaat kijken naar. Uh, Simon Sinek? Is, is, is Simon, het, is het, Simon ja. Sinek was die guy die had, um, hij had, al, hij had allemaal wereldleiders en wereldmerken. Had hij. Uh, ontcijferd als het ware. Hij had een soort van gehecht van, hé, hey, wat is nou precies, waarom zijn ze zo succesvol als ja. wereldmerk? En los van Doku en zo, maar gewoon van waar komt dat vandaan? Bijvoorbeeld Martin Luther King was niet de enige donkere man die een verschil wilde maken. Um, Apple was niet het enige technologiebedrijf wat wilde concurreren op hoog niveau. Ja. En toen kwam hij met een eigen soort van golden circle, waarin hij zei. Als je echt succesvol wil zijn, en succesvol betekent dat dat je iets doet wat je leuk vindt en daar rond van kan komen en laat staan alles wat daarbij komt. Dan moet je deze volgorde aanhouden. Dat is waarom doe je wat je doet? En dit gaat misschien heel simpel klinken. Dat je denkt, ja, dat weet ik, heb ik ook wel ergens gehoord, maar laat het tot je inzinken. Waarom doe je wat je doet? Hoe ga je dat doen? En wat je doet... Is eigenlijk het minst belangrijk. Want als het bij jouw why, jouw eigen waarom wat je, doe je wat je doet, niet klopt, dan kom je nog niet eens bij wat je gaat doen. En ik ga je een voorbeeld geven over Apple. Apple's why, waarom en purpose is. We want to challenge the status quo by thinking differently. Dus voor degene, Engels heb ik ook geleerd. <laughs> uh, wij willen de gevestigde orde willen we uitdagen door anders te denken. Dus alles wat hun beweegt, wat jou beweegt om een platform te hebben, om mensen weet je, een podium te bieden, dat is wat hun beweegt. Zij willen gewoon shockeren met, yo, wij denken anders. En er is een gevestigde orde qua technology, maar als wij met iets komen, wow, wat gaande. Dus dat is wat hun elke dag zeg maar, bezighoudt. En nu komt zeg maar, de ontcijfering van Apple, als je deze nog niet kent of hebt gehoord. Maar hoe dan? Steve Jobs was super kritisch op zijn tijd, dus focus is echt een belangrijk ding. Dus hoe zij dingen doen. Bijvoorbeeld, jij had altijd zwarte koltrij en blauwe spijkerbroek. Die man wou qua tijd in de ochtend gewoon niet nadenken wat hij aan moest doen ja. om zijn ding te doen. Ja. En het was ook marketing, want overal waar je hem zag, wist je, hij is het. Maar hoe doen zij nou wat ze doen? Focus on beautiful design. Kopen de meeste mensen Apple niet van die design, hoe het eruit ziet? Ja. Focus on beautiful design. En producten die makkelijk te gebruiken zijn. Easy to use. Bro, als jij Apple nu pakt en die AirPods connect niet met je iPhone. Of die Apple Watch ontgrendelt jouw code niet van jouw laptop. Is het geen Apple, bro. Ja, ja, ja. Als, ja. Dat is maar één ja. ding. Ja, ja. Als Apple niet meer bekend staat om beautiful design. Ja. Ja. Is Apple maakt haar fans boos. En dat is wat Apple fans heeft gebracht. En als je dan gaat kijken van bij hun, wat staat er? We sell computers. You want one? Of zoiets. Yeah, <laughs> we yeah. verkopen. Die is kapot, helemaal niet belangrijk. Als yeah. je naar Disney gaat kijken, was het we, iets met happy. We want to make people happy. Bro, als ze hadden gezegd, we willen stripboeken maken, bovenin, yeah. bro, dan waren ze beperkt. Zij yeah. wilden de mensen blij maken. Uh, ze films, theater, uh, weet ik veel, al dat soort dingen. Of als, als je deze, zeg maar. De, dit blueprint, zeg maar, omzet naar jezelf. Hoe is die dan? Nou, ik, wou, ik wou daar komen. Maar wat ik tegen jou wil zeggen is, Ach. kijk... Ken je Rituals? Rituals, het merk? Ja, het ja, ja. is van een Nederlandse meneer. Deze man werkte bij Unilever. En na een paar jaar had hij geld gespaard. En op een gegeven moment uh, had hij zoiets van... Hey, ik heb een idee, maar ik wil een merk maken. Ik, uh, sorry, ik, ik, had je presentatie gezien, ik had uw presentatie gezien. Als ik het een beetje verkeerd uitleg... maar ik denk wel dat de kern goed zal zijn is van oké okay, iets, iets wat luxury uitstraalt, ja. maar toch betaalbaar en ook het stukje zen, dat natuurgevoel zeg maar. Bro, dat is rituals. Ja. En had Unilever had aandelen, want uh, hij kon het niet alleen, had Unilever als investeerder gevraagd, bro, na jaar 1 geen winst. Jaar 2 geen winst. Jaar 3 geen winst. Op een gegeven moment, ik weet niet in welk jaar precies, zei Unilever van, yo, het is al goed, maar... Wil je die aandelen terug hebben? Ik weet niet precies wat, voor, uh, wat daarmee gemoeid is. Werd hij weer volledig eigendom van rituals. Ja. Jaar vier, jaar vijf, jaar zes. Geen winst. En de rest is geschiedenis. Ja. Dus als deze man... Ja. Dat is de moraal van het verhaal. Als hij niet deed wat hij wou doen. Als, hij, als dat niet zijn why was. Ja. Was hij al lang een in jaar ingestopt. Want dan was geld de uitkomst. Um, al, soms hoor je wel eens, Ja, ik ga nu zelf de uh, straat beginnen. Of ik ga dit... Omdat zo, als je hoort van oh, er is ergens geld in te verdienen. Maar als je dat dan doet. Motivatie is verkeerd. En die en een paar maanden, het levert geen doek op. Wat ga je dan doen? Dan ja. ga je afdwalen. Dus dan word jij ook nooit heel goed in één ding, zeg maar. En dat is wat jij dus met jouw wij. Als jij op dat moment een jaar of zo geen werk had. Jij zou nog steeds die ding doen. Ja, ja. En daarom ben je zo ontwikkeld en kan jij <laughs> met mensen kijken hoe jij mij laat uitpraten. Dus je hebt geleerd van nee, ik heb dat ook geleerd. Interview, laat diegene die je interviewt ja. <laughs> praten. Maar. Ja. Uh, ja dus als jij vraagt van uh, ik kan ook wel luisteren je zegt van ja wat is dan jouw golden circle uh, ik heb gewoon ja ik ben nu 35 ik mag zeggen dat ik niet van gisteren ben ik ben ergens in 2002 ben ik begonnen ik had mijn, uh, ja, mijn rug hè, pin in mijn rug uh, daardoor mocht ik niet competitief voetballen profvoetballen worden werd uh, van een droom eigenlijk ja, iets anders wat je ja. zegt ik wil straatvoetballer worden en ik denk dat. We kunnen daar heel inhoudelijk op doorgaan, maar als ik, als ik het heel klein mag maken, dan van toen tot en met nu. Ik was die straatvoetballer, freestyler. Ik heb shows gedaan in bijna elke continent, als een zeehond op een podium. Op een gegeven moment denk ik: nee man, het is niet, ik wil verhaal vertellen. Ik wil, ik wil de stage delen. Wat jij eigenlijk wilde, wilde ik ook. Uh, en als je alleen maar trucjes doet, kan je ook niet iemand anders in het zonnetje zetten. Op een gegeven moment, weet je, uh, je bouwt ook. De eerste filmpje was 100 miljoen keer bekeken. Al die profvoetballers hoe ze jong waren. Keken naar dat filmpje. Dus je groeit op een gegeven moment op van... Hé, hey, ik kreeg netwerk met social media daarvoor. Je wist niet dat ze jou volgden. Ja. Ze konden je niet volgen. Ja. Op een gegeven moment, je krijgt netwerk. Ik wil altijd die, die humble guy zijn die gewoon... De stage met jou deelt. Als ik jou interview, gaat het om jou, niet om mij. Dus dan ga ik niet allemaal skills zitten doen... Zodat jij daar ja, achter staat. Dan gaan we iets gezamenlijks doen. Dan gaan we gesprekken voeren. En ik kan zeggen wees werd ik presentator. Zeb, ik ging ja. dat Zeb Sport, bro. Ik was Rotterdam-Zuid. Hoe kom je bij Jehoversum? Je had ja. geen social media, niks. Ja. Ik ging je toen aankomen voor ja. ja, Zeb Sport, ja. met Huzari. Ja. Ja. Maar hoe ik daar ben gekomen... Ja. Uh, Imet Hadar is, uh, vecht volgens mij nu voor Glory. Uh, ik ken hem van de jongens even aan. Ik had een voetbalschooltje waar uh, gratis sport voor de wijk was. En op een gegeven moment uh, gingen we mensen uitdagen. Ik ga van halk op de tak, sorry. De Golden Circle kon zo... Maar uh, op een gegeven moment uh, had hij ruzie gekregen met een, uh, een team dat we hadden uitgenodigd. Ja. Uh, ik zeg, hé, hey, hier gaan we niet uh, fitty. Volgens mij moet jij iets anders gaan uitkiezen. Wist ik niet, achteraf is hij daardoor gaan bok uh, kickboksen. Oh, shit. <laughs> ja. shit. Maar hij wou in die tijd freestyle voetballer worden. Hij had een brief geschreven naar Zepsport, naar Ron Boshart van help, ik wil een truc leren van Soufiane Touzani. Ja. Toen kreeg ik dus mijn kans, als boy van Rotterdam-Zuid, om te laten zien, ik kan ook takkie. Ja. Dus ik zou oefenen van tevoren in de spiegel alles. Ik kwam 2010. Ik ging die truc uitleggen. En op een gegeven moment na een paar weken zeiden ze... hé, hey, we hebben binnenkort nog een co-presentator nodig. We zien dat je best wel kan praten. Wil je bij ons presenteren? Ik dacht, ja, het was het grootste kinderpro-, sportkinderprogramma... Ja. op dat moment van Nederland. Ja. En op een gegeven moment ging ik mezelf weet je, ontwikkelen. Maar alles went. Ik kreeg mijn eigen programma niet. Ik dacht, hey, hé, weet je wat? Oké. Okay. Dan uh, ga ik weg na een ja. paar jaar. Ik had het al gezien over social media. Zelfs ben ik gaan leren editen, concepten bedenken, oh, uh, voetballers benaderen. En toen ben ik al die dingen zelf gaan. Ik kan daar ook heel lang over praten, maar dan kom ik even vast andere vragen. Uh, dus als ik die hele pad ga bewandelen. Ik was straatvoetballer. Ik ben Nederlands elftal zaalvoetbal hebben gespeeld. Uh, presenteren, social media, podium bouwen, verbinden. Uh, ik heb een foundation sinds mijn 22ste. Dus het is dus nu 13 jaar verder. Al die dingen bij elkaar. Toen dacht ik van, hé, hey, wacht eens even. Nu moet ik mijn Golden Circle gaan invullen. weet je. Wat wil ik nou echt doen? En toen had ik uh, gezegd tegen mezelf van, ik wil mijn wiers, ik wil alle voetballers en alle voetbalsters, die benoem ik expres, want als je zegt voetballers, dan kan je aanname hebben dat het niet om mij gaat. Voetballers en voetbalsters in de wereld wil ik beter maken, beginnend vanuit. Spelplezier. Als je geen spelplezier hebt, ga je stoppen en houdt het op. Ja. Dat is, dan is jouw wij ook weg. Ja, ja, ja. Hoe ga ik dat doen? Door middel van uh, content, technology en competities. Straatvoetbal. Wat is het eigenlijk wat ik wil? Ik wil gewoon een, een authentieke voetbalplatform zijn met alles wat ik doe. Uh, met straatvoetbal als bakermat. Wat? als jij het beste uit jezelf wil halen. Elke voetballer op aarde, klein naar groot, de beste aller tijden. Iedereen begint op straat. Je kan niet zeggen ik ben niet straat. Straatvoetbal is waar je begint. Ja, dat is de en daarna, basis. En daarna kan jij kiezen. Ja. Wil ik gaan veldvoetballen erbij? Wil ik gaan panna voetbal of freestyle of zaalvoetbal of Ik wil gewoon die stage zijn voor iedereen om best uit zichzelf te halen. En dat helpt mij dus om keuzes te maken waar je wel en geen tijd in steekt. Als iemand ja. nu tegen mij zegt, hey, ik ken al die young boys. Ik kan zoveel geld verdienen als makelaar. Er is niks mis mee. Als ik voetbalmanager ben die gewoon eerlijk is. Er is niks mis mee. Ja. Maar dan klopt mij why niet. Want Klops. ik ben voor alle voetballers en alle voetbalsters. Moet ik dan een boy. Xavi Simons. Spreekt nu bij PSG. Ik mocht zijn eerste interview doen. zei ik was toen manager. Zij vinden mij juist hard. Omdat ik neutraal ben. En iedereen een stage geeft. Zoals jij ook. Jij bent geen label. Ja. Dus stel. Ik zou dan, wat moet na het interview zeggen, eh, hey trouwens, uh, zoek je nog een manager. Ja, maar dan ja, ja, ja. is Toezani ja, niet, niet, ja. snap je? Dus ik weet heel goed wat ik als brand ben, dus voetbalnetwerk en betrouwbaarheid. Dus die twee dingen moet je altijd heel erg vasthouden. En dan is het verleidelijk soms als iemand zegt, hé, hey, ook grote makelaars in de wereld die zeggen, hé hey man, je kent die ouders, iedereen is vertrouwd met jou, kan je niet dit, kan je niet zus. Ik kan altijd mensen met elkaar connecten, maar ik hoef daar geen geld voor. Weet je ook daarvoor benaderd soms door makelaars? Zeggen, hey, hey, Suzanne die lijst, echt? Ja man, ik is niet netjes om namen te noemen. Maar je ja. uh, kan best inbeelden dat als alle jeugd, die moeten straks op hun zestiende, uh, kon, mogen ze een contract gaan tekenen. Ja. En er zijn heel veel goede makelaars. Ja, die willen allemaal dit vertrouwen winnen. Daar gaat het uiteindelijk om. Ik wil daar geen onderdeel van zijn. Ik kan wel gewoon, ik ben met heel veel mensen goed. Ik ben geen scout, ik ben geen makelaar, ik ben geen club. Ik ben geen management, ik ben geen, maar ik kan wel een verbindende rol spelen. Maar dan ben ik daar onafhankelijk qua geld. En als er, ik heb nog nooit geld aangenomen... maar stel dat dat ooit wel zo zou zijn... dan zou ik het altijd supporten aan FC Straat. Waarom? Oh ja. FC Straat is voor alle voetballers. Ah, mooi. Um, ik, ik ben niet begonnen om... en dat is echt niet verkeerd bedoeld... Hè, want er zijn heel veel mensen die autoliefhebbers zijn... of uh, auto's laten zien omdat ze ook de jeugd willen laten zien... van kijk man, wat je allemaal kan bereiken. En dat is echt goed... Maar mijn doel is niet om bladgoud in Dubai te gaan eten of Lambos te rijden en dat soort dingen. Uh, ik wil gewoon een stage achterlaten. Ja. FC Straat, dat is wat ik ben gestart. Oh. Zodat ik een legacy kan achterlaten waar nieuwe heroes geboren worden. Zodat als ik onder de grond lig en hopelijk eerder hou, het moet niet meer om mij gaan. Ja. Ik wil echt gewoon alles wat ik doe ademt. Ik ben ook blij, daarom praat ik hier veel over. Ik kan interview ik ook, maar nu zit ik ook wel af en toe in de fase dat ik geïnterviewd wil worden, omdat je dat verhaal wil delen, weet je. Ja, het moet ook uh, gedeeld worden. Kijk, we leven in een wereld waarbij mensen uh, heel erg beïnvloed worden door social media. Alles wat ze zien. Uh, je merkt ook bij vrouwen, die kijken bijvoorbeeld bij andere vrouwen. Denk hey, ik, wil ook zo'n tas of andersom. Ik wil ook zo. Of, of boys zien, andere boys. Ik wil ook zo'n auto of ik wil ook zo'n huis. Zo huis of ik wil ook. Hoe. Uh, met jouw kennis van zaken, hoe zorg je ervoor dat je die kids of mensen die zo kijken naar anderen, uh, dat zij anders naar hun eigen leven kijken en inderdaad hun eigen waarde inzien? En dan denk van hé, hey, ik heb mijn eigen rijkdom. Ik moet iets anders achterna jagen. Hoe, hoe zie jij dat? Ik denk niet anders dan dat wij, hoe wij de gesprekken met onszelf hebben gevoerd. Ik denk dat we allemaal, als je jong bent, uh, groeien op met dat materiaal belangrijk is, wat vrienden van je vinden, uh, wat mensen van je vinden. Wij zijn niet opgegroeid met dat je ook nog eens Instagram hebt, TikTok, Snapchat. Die wordt helemaal, dat hebben wij niet gehad. Nee, 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 nee. Die prikkels en zo. Dus laat staan ik zit echt in te beelden als ik zo jong was en ik had dat ook nog erbij, dan, ja, dat is het heel moeilijk, weet je. Alleen als je helemaal terug naar de essentie gaat van wat jou echt geluk geeft. Dat is eigenlijk voor iedereen wel bekend. Alleen het is de kracht van de herhaling om onszelf eraan te herinneren. Maar ook om onszelf te laten herinneren dat één keer zeggen is niet genoeg. We moeten het blijven vertellen. Weet je? Kijk, mijn golden circle bijvoorbeeld maar dat is voor iedereen anders. Maar mijn golden circle boven mijn zakelijke golden circle. Why, how, what. Is mijn geloof. Dus voordat ik überhaupt aan mijn zakelijke golden circle kom, kijk ik eerst boven of het klopt met wat ik wil gaan doen. Waarom doe ik wat ik doe op aarde? Omdat ik geloof dat er één schepper is, dat we hier getest worden, om uiteindelijk in deze kleine honderd jaar waar we maximaal bestaan, ik noem dat een druppel in de oceaan, dat iedereen uiteindelijk wordt berecht door de beste rechter der rechters. En waar iedereen op zijn manier zijn eigen weegschaal gaat hebben. Only God can judge us to the fullest gewoon. En dat geeft mij de rust, weet je, dat als we nu... Een pedo gewoon rondloopt. Maar de FBI heeft het niet gezien. Niemand heeft het gezien. Of hij wordt zelfs vrijgesproken. Ik ben niet uit op wraak. Maar wel op gerechtigheid. Dat geeft hier rust in mijn hoofd. Uh, tot aan een Hitler. Die zoveel mensen... Hij is gewoon oud geworden en dood gegaan. Dus eigenlijk als... Ja... De straf de dood zou zijn. Dan heb ik dezelfde straf straks voor allemaal dood. Ja. Dat geeft mij rust. Weet je dat? juist de onrecht op aarde uiteindelijk door een onafhankelijk iemand... berecht uh, zal worden. Geef mij rust in mijn hoofd. Hoef je niet eigen rechten snel te gaan spelen. Uh, dat soort zaken. En ik kan er nog veel over zeggen. Maar ja, hoe doe je dat? Door. Dus we hebben why gehad. Waarom? Hou. Praktiseren. Ben ik perfect? Niemand gaat perfect zijn. Heb ik fouten gemaakt? 100.000%. Ga ik nog meer fouten maken? 100.000%. Om elke keer jezelf te herinneren van... Hé, hey, maar wacht even... We maken fouten. Kalma, kalma. En ja, wat is het voor mij? Islam. Dat is wat het voor mij is. Ja. En als je die golden circle hebt voor jezelf. Uh, tuurlijk, uh, je hoopt natuurlijk. Als, je, als ik ergens in geloof wat goed voor iemand is. Dan hoop ik natuurlijk dat heel veel mensen dat ook zullen doen. Uh, maar ik laat wel iedereen in zijn waarde. Het zou heel raar zijn dat ik dit als weet je toch, ultieme. Als dit maar een druppel is en hierna de oceaan. Natuurlijk wil ik jou nu overtuigen en bekeren, maar um, dat zou heel raar zijn. Dan ben ik zelf, weet je, ik geloof ergens heilig in en dan laat ik het voor mezelf. Maar dan nog, weet je, iemand die anders denkt of wat dan ook, pak je eigen normen en waarden. Als je naar puurheid gaat kijken, wat echt geluk maakt, familie, ja. uh, wat heb je wel, uh, gezondheid uh, accepteren, niet jaloers zijn, niet bedriegen, niet schelden, niet boos worden, uh, niet, niet, zo, niet doden, niet vechten. Dat is wat ons echte geluk gaat geven. En al die andere dingen van, 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 van vrouwen tot alcohol, tot uh, drugs, tot, dat zijn allemaal dingen, dat zijn verleidingen die als jij zeg maar nu denkt van hé hey man, ik, ik moet met verschillende vrouwen zijn, want, dan is dat op dat moment een gat in jouw ziel die je opvult door bijvoorbeeld met een dame te gaan of vreemd te gaan of whatever. Ja. Nou, je bent klaar, volgende dag sta je op. Weer gat in je ziel. Moet je hem weer gaan vullen. Hetzelfde met alcohol. Je kan, ja, maar ja, je moet wel gezellig drankje, dit, dat, weet je. Tuurlijk, het, het verschil tussen dronken zijn en aangeschoten, of wat dan ook. Maar ja, de verleidingen worden groter om ja. vreemd te gaan of iemand dood te rijden of whatever. En dan is het elke keer om dat, dat gat van je ziel eventjes te vullen, zeg maar. En dat, dat voelt dan goed. Vrouwen, ja, het is niet voor niks een verleiding. Ik had laatst zo'n lezing gezien van een man. Afrikaanse islamitische geleerde, hij zei zo in de zaal. Wie houdt er hier van vrouwen? Maar je hebt toch, niemand durft zijn hand op te steken. <laughs> hij zegt, wie houdt hier van vrouwen? Hij gaat nog een keer vragen, wie houdt hier van vrouwen? Hij doet zelf die hand omhoog. Je zag een paar broeders zo, hé, ja, weet toch, ik ook. Hij zegt, beter, want als het niet zo is, dan heb je een probleem. <laughs> dan moet ik straks met je gaan praten, het is normaal. Nee, het is belangrijk om wel binnen die kaders van... Wat normaal is, weet je. Elk kind heeft recht op een vader en een moeder. Voor zover mogelijk een goede vader, goede moeder. En ik denk dus dat als je terug naar die golden circle gaat... Voor jezelf maakt. Why, how, what in life. What makes you happy, you know? Echt oprecht. En kom niet met materiaal. Want je gaat elke keer iemand hebben die rijker is of whatever. Ja, dat is heel moeilijk. Probeer dat vast te houden. En dat zal jou duurzaam gelukkig maken. Als je dat hebt, dan accepteer je elke tegenslagje of wat dan ook. Als je dat, weet je, als je echt weet van, ik heb me mensen om me heen, ik ben goed voor de mensen om me heen, uh, ik, ik hoef geen plat te eten om op mijn snap te zetten van, kijk eens wat ik doe. En hé, hey, dan, dan ben je echt ver. En ik denk, als je zo ver bent dat de generatie van nu, wie ook kijkt, ikzelf ook, ik moet mezelf ook aan herinneren, dat kan je dan... Om terug te komen helemaal, want ik ben niet vergeten op jouw vragen over: hè. je ziet weleens die tas of je ziet dat, die ja. kijkt. Bro, dan bescherm jezelf en zet jezelf niet in trouble. Ga niet, uh, weet ik veel, als jij, sowieso moet je het niet doen, vind ik, maar uh, dat je met een dame bent in één ruimte en je gaat reggaeton afspelen, ja. <laughs> ja, bro. Ja. 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 <laughs> Hey, Jij ja, ja. blijft uit de club. Ja, ik ben daar niet. Ja. Ik ben daar niet. Ik ja. ga mezelf niet op uh, glad ijs uh, ja. zetten. Het is gewoon. Uh, en ik denk als je gewoon heel goed die helikopterview op je eigen leven kan hebben. dan ook nog eens daar vandaan je zakelijke dingen doet. bro, je zal altijd gelukkig zijn met ja. wat je hebt, denk ik. Ja. Maar het, het mooie bij jou is, zeg maar als mensen ook naar die podcast kijken. wat je bij jou het hoort: is een good guy, maar hij lacht hey. altijd. Hey, hij is, hij <laughs> is altijd in die good motion. Dus mensen denken bij jou van. Uh, deze man heeft gewoon. Hij heeft een blessed life. En hij kent geen struggles. Wat zeg je tegen die mensen? Ik snap dat man. Omdat. Uh, ik, ik, ik doe bijvoorbeeld heel weinig van mijn privéleven laten zien. Mm -hmm. Ik heb weleens mijn kinderen laten zien. Of mijn opa, oma. Ik probeer kleine dingen te doen. Maar ik heb altijd die balans van. Pas op, weet je wel. Ah. Ik wil aan de ene kant laten zien dat quality time met, met kinderen belangrijk is. Uh, ik denk dat. Uh, Wacht even, ik was afgeleid. Ik, ben, ik ga nog even duren. Ik ga nog even duren. Ja, is goed. We gaan. Het is een paas aanwezig gewoon ja. in de podcast. De duidelijkheid, dus de vraag gewoon, Sorry. is gewoon. Ba die uit, bro. Het is maar die uit. uit, we hebben gewoon. Dit is de is realist. Nee, dus. dus uh, waar, waar, waar was ik? En Nu ben ik. Uh, waar was ik? zit er ook helemaal nog nee, was, nee, nee, ik vroeg aan jou: van kijk, als mensen naar jou kijken, oh, struggle, dan zien ja. ze zeg maar allemaal perfect. Maar wat is nou echt de Touzani-struggle? Wat, wat, wat weten wij bijvoorbeeld niet? Behalve het feit van de, de wervelkolom en zeg maar, de pin. Weet je, wat, wat is bij jou een struggle? Ja, dus dat, dat wil ik zeggen: kijk, privé, ik deel niet heel veel. Om de reden van: ga je uit eten? Niet iedereen kan uit eten. En natuurlijk, als iemand internet heeft, kan hij misschien ook wel een keertje uit eten. Maar Hoewel het steeds laagdrempeliger wordt, maar ik vind het moeilijk, weet je wel, om, om die dingen te managen in mijn hoofd. Van oké, okay, wat zend ik uit? Ik vind dat een, een stroggeltje. Het is niet een hele grote stroggel, maar daarin zit je wel te denken van oké, okay, wie kijkt hier naar en wat haalt diegene als boodschap eruit? Ah, om een voorbeeld te geven, een tijdje was ik echt al die cash gebeuren zat en toen dacht ik, weet je wat, ik koop gewoon een C uit 2008. Ik ging mijn broertje ging naar school brengen bij een middelbare school. Ik zet hem af voor die, voor die school om te laten zien van joh, gaat het goed met mij? Waggy, I don't care. Ik heb niet gesproken. Volgende dag, mijn broertje komt. Hij zegt: De hele school, denk dat je skeer bent. <laughs> Toen ben ik daarna weer. Um, het is gewoon een struggle. Ik weet wat je struggle hier bedoelt, maar het is ook een soort van struggle. Weet je? Want je weet ook dat bepaalde materialistische dingen heel snel scoren. En mijn weg is misschien iets langer. Um, ik heb toch volledige aandacht als je iets opduwt. Ik heb een tour gedaan in een Bugatti. 2,1 miljoen, niet van mij, van een, van een vriend van mij. Iedereen wel, maar wat van je, weet je wel? Die auto was gewrapt in Too Tozan. Die ging erop staan, die ging hoog houden. Big Ben, overal waren we zo ver dat we zelfs bij Balotelli waren. Die zei: Hey, how much for the car? En die guy zegt, Not for sale. Yes, everything is for sale. Yes, everything except this one. <laughs> Gewoon de gekste dingen, maar dat was een goede guy. Goede guy I love him. Um, maar dan op een gegeven moment, weet je, dacht ik van: Hey man, dus nu associëren dus jongeren een slechte auto dat het slecht met je gaat. Weet je wat? Toen had ik een Porsche kan gehaald. Uh, dat is zelf gebocht. Ik was ambassador, ik moest, uh, ja. Ja, heb hebt gewoon wel je korting en zo, maar ik was ja. ambassador van, uh, van, uh, van Porsche. Ja. En toen reek ik en dacht ik: van ja, dan laat je ook zien dat gewoon relax gedrag ook weer matcht met een dure auto weet je. Ja. Want ja, je hebt toch die kwetsbaren in de achterstandswijken. Als zij alleen maar bepaalde types daarin zien rijden, ga je gekke dingen voor geld doen. Als ze dan mij erin zien. Maar ja, op een gegeven moment reed ik dan in de wijken en dan is het niet meer toe, za, nu. Nee, dan is het van: oi, joh, hij heeft Porsche. En dacht ik ook weer: van ja, maar. Weet je, ik gun het jullie allemaal, maar laten we gewoon real zijn. Je kan wel zeggen: ja, doe je best en je gaat dit behalen. Dat weet je niet. Het enige wat je weet is als jij doet wat je leuk vindt en je doet je best, dan kan je zo ver mogelijk komen. En dan zou dit misschien een uitkomst kunnen zijn. Weet je, omdat het verhaal: ik dacht, ik, weet je wat, nu ben ik ambassadeur van Zoom en zil, van zo'n autodealer, uh, Nissan-rijk. Perfecte auto, geen hypercar. Toen dus heb je andere auto echt, weggedaan op een gegeven moment. heb ik uh, weggedaan. Uh, dus dat is een bepaalde struggle. Um, als het gaat om privé, ja, ik deel niet zoveel. Omdat dingen van privé. Sommigen zijn. Ja, natuurlijk, ik probeer wel een beetje dingen te delen. Om een beetje die. Ja, uit te leggen van hè, wat je meemaakt en zo. Uh, ja, voor mij was het dat ik nog niet de mogelijkheden had om voor mijn vader te zorgen. Terwijl ik weet in de zorg, hij ging kei en kei en keihard achteruit. Uh, dat moet je dan even blokkeren en een plek geven van. Het is nu even zo, maar ik ben ermee bezig, weet je wel. En dat heeft toch nu, denk ik. Uh, Acht jaar geduurd, die struggle in je hoofd. Dus je weet op dat moment zit mijn vader bij mensen die hem gewoon niet optimaal kunnen verzorgen en waarin de ene verzorger de andere niet is. Uh, dat, dat heeft pijn gedaan. Uh, weet je, ik kan er nu om lachen. Uh, we zijn allemaal mensen en als je, daar, als je echt te lang erbij stilstaat, dan eet het je op. Ja. En uh, zo probeer ik wel altijd mijn, mijn struggles uh, een plek te geven. Door te herinneren, maar heel snel weer neer te leggen. Toen moet ik denken aan die man over die glas water. je dat glas water misschien, dat voorbeeld? Zo'n leraar had een glas water en hij vraagt aan die leerlingen. om te laten zien hoe je met verdriet om moet gaan. zodat het je niet kapot gaat maken. Ik heb een glas water, hoe zwaar is dat? Die leerlingen zeggen. ja, niet zo zwaar. Hij zegt. klopt, maar als ik hem nu twee uur vasthoud. dan wordt hij zwaarder. Dus als je die pijn lang gaat vasthouden. kijk hoe klein het eigenlijk was. niet dat dit klein is, met mijn vader. maar als je het nog de hele dag gaat vasthouden, ga je het laten vallen, is het ding kapot. Ja. Dus het maakt jou kapot. Als je heel lang die ding. Dus ik probeer gewoon met al mijn struggles in life, probeer ik gewoon zo snel mogelijk neer te zetten. Zodat het gewoon even uit je systeem is. Ja, dat is mijn vaandeel is natuurlijk heel erg lang. Um, mijn struggle is dat ik uh, in de buurt uh, waar ik ben opgegroeid of waar dan ook hoor, dat er uh, kansenongelijkheid is. Ja, ik, ik word para. Als je daarover blijft nadenken, dan is dat. Een struggle. Uh, en zo zijn er heel veel dingen van. Uh, van ja, onrecht. Ja. Uh, wat voor mij denk ik. Ja, de grootste struggle in je hoofd is. Uh, om het alleen maar op je eigen familie en vrienden. om daar te kijken wat er speelt. Er speelt zoveel. En daarom heb ik weer die andere keer. zijde. Ja. En dat is gewoon proberen het beste van te maken. en zoveel mogelijk stage te delen. met mensen die, die daar profijt van kunnen hebben. Ja, en je komt echt met, met die positiviteit ook op veel plekken. Ik bedoel. Um, kijk, ik, ik ben niet de grootste voetbalspecialist, totaal niet. Maar ik heb altijd respect voor voetbal. Want ik weet hoeveel ja. hard work erin zit. Weet je? mensen zien de money, de glitter, de glamour. Maar begrijpen niet hoeveel offers je moet te brengen om op een hoog niveau te voetballen. Weet je, ook voor jou als, als uh, professioneel straatvoetballer. Je moet mij elke keer oefenen. Het is niet van, je wordt wakker. Oh, ik kan eerst zo'n trucje. Dus ja, je bent eh, toch vallen en opstaan. Maar wat ik ook echt next level voor jou vond, wat jij fixe hele. YouTube-wereld, internet exploderen. Toen ik jou met Cristiano Ronaldo zag... toen dacht ik... dat is een dood. Hoe heb je dat? Ik weet of mensen dit ooit hebben gevraagd... maar ik was altijd gefascineerd <laughs> ja. over. Kijk, ik weet... Uh, ook als, als, als media uh, professional... bij sommige mensen kom je niet zomaar. En Ronaldo is iemand... waar je niet zomaar bij komt. Ja. Hoe heb je die gehozzeld, girl? <laughs> ja, ja. Ik, ik moet zeggen... dat is... Uh, ja. Dit, dit is zo mooi dat je deze nu vraagt omdat... Uh, ik had het over de golden circle. Als jij weet waarom je wat doet en hoe je dat doet en je hebt een heel goed beeld van jezelf, hoe je dat ook als merk, los van betrouwbaarheid, als merk neerzet, dan kan je heel makkelijk tegen dingen ja of nee zeggen. Ja. Ik kan je nu alvast zeggen, in eerste instantie heb ik nee gezegd tegen team Ronaldo. Niet Ronaldo als persoon, die had ik niet gesproken. Ik deed... Uh, met mijn bedrijf, eigenlijk alles wat ik doe, mijn tv-programma's, mijn branded content met alle merken, die produceer ik zelf van A tot Z. Uh, conceptueel, uh, editing probeer ik af en toe van die knop af te blijven, maar ik vind het nog te leuk. Ze ja. um, dus hadden gewoon Nike als klant. Man. Ja. Dus als je productie doet, je hebt Nike als klant, dat is wel dat is een mooie factuur die je kan sturen. Ja, maar ook. Yeah, maar ook <lacht> <lacht> klopt? Gewoon maar... allemaal één. En allemaal nulletjes <laughs> erachter. Is that your price? Yeah. Nee, nee maar, dat, dat, dat is, dat, maar het is ook de credibility. Want ja. je bent toch die straatvoetballer die content maakt. En in de grote zakenwereld blijf je toch die straatvoetballer. Wat weet jij van marketing? Wat weet jij van. En als je Nike en ook tv-programma's dat ik daarvoor al geproduceerd, krijg je ook gelijk die, die stempel van: oké, okay, deze gasten weten wat ze doen, weet je? En ik had dus Nike als klant. Ah, we hadden uh, opnames gemaakt met Kevin de Bruyne, Sergio Ramos, Eden Hazard, Carrasco, Eriksen. En toen kwam het uh, verhaal van uh, Cristiano Ronaldo. En ik mocht eigenlijk alleen maar een vraag stellen bij de persconferentie. Oh, shit. En toen zei ze nog van Rio Ferdinand, ook okay, een legend, die is daar ook dus, weet je, voel je niet daarin. Weet, we weten dat je geen persconferenties doet en zo. Ik ben niet tegen journalisten, want iedereen zijn eigen ding. Maar mijn brand met voetballers is, is dat zij in een hele andere setting... en het liefst eigenlijk ook in hun eigen tijd met mij aan het chillen zijn. Want als ze het in hun eigen tijd doen, dan heb je ook de, de good vibes only. Dan ja, maar... is het geen verplichting. En ja. en is het geen... Dus als jij bij een persconferentie een vraag mag stellen... ook al waren het meerdere vragen... het is wel Cristiano Ronaldo, meest invloedrijke uh, ja. van de wereld... Ja. En ik dacht toen echt, ik heb al heel snel, ik heb niet eens getwijfeld, ik heb heel snel gezegd: sorry, niet uit arrogantie, maar dit is niet mijn, mijn golden circle zoals ja. ik mijn dingen doe. Uh, dus ik pas heel vriendelijk, deze laat ik gaan. Ja. Toen hebben ze dat, en zo zie je maar, als je soms iets goed uitlegt en zelfs nee durft te zeggen, dat je veel meer terug kan krijgen. Is niet altijd zo, maar in dit geval wel. En dat was dat er dus naar Team Ronaldo was gecommuniceerd wat ik had gezegd. En dat begrepen ze helemaal waarop. Hij dus heeft gezegd van, weet je wat, het is echt druk, druk, druk. We kunnen niet heel lang, maar laat hem maar naar mijn huis komen. En, en eerlijk, er waren nog een paar andere YouTubers, die zaten ook in diezelfde. Die zeiden, Eigenlijk moeten ze mij dankbaar zijn. Wow. <laughs> zijn we daar allemaal gaan, we, zijn, we gaan chillen met Ferdinand. En het was echt, het was keihard. Ik zag dat bro, en ik was heel trots, omdat ik weet... Uh, dat zijn dingen die heel uniek zijn. En ik weet ook... En zo kijk ik er weer naar hoe inspirerend het is voor andere kids of mensen die naar jou kijken. Ik denken: wow, Tuzani spreekt gewoon one of the greatest voetballers van onze tijd. Persoonlijk. Als hij dat kan, misschien kan ik het ook. En dat is wat ik altijd wil uitstralen en wil creëren met de, dit soort gesprekken en dingen die ik doe. Van, jij kan het ook, maar je moet er wel uh, alles voor geven. En je moet er echt in geloven. Want het is niet altijd. Oh, dit lukt of dit lukt niet. Soms moet je inderdaad nee zeggen. Soms moet je wachten. Soms lukt het helemaal niet. Maar dan komt er iets anders op je pad. Waarbij het wel weer zeg maar. Oh, dit was voor mij bestemd. Ja, echt mooi gezegd. Maar jij, jij zit ook in het vak, dus jij weet hoe het gaat. En ik vond het wel mooi dat het uh, gebeurde. Uh, ik was toen heel erg gefocust op uh, interviews met allemaal voetballers. Dus dat hij toen op mijn pad kwam, was wel echt vet. Omdat ik had daarvoor ook zo'n moment gecreëerd. Los van het feit dat ik echt met Jon uh, ja, echt een prachtige band, die man ja. die allemaal voor mij heeft gedaan. Echt next level. Uh, vind ik een van de grootste aller tijden. Gaan we het ook zo over hebben, man. Wat ja. Johan Cruijff jou betekent. Maar, maar, hij, ja. um, maar ik had dus ook, toen Ronaldinho van Barcelona naar AC Milan ging... Toen had je nog niet de volgers en dat soort dingen. En ja. dat werd dan gebroadcast. En dat hebben niet heel veel mensen zoals Ronaldo gezien, zeg maar. Maar toen met Ronaldinho, in die tijd... Ik werd gewoon gevraagd om met hem de presentatie te doen... In het AC Milan stadion Moet je, je voorstellen dat er een speler wordt gepresenteerd. En San Siro met 80.000 man is bijna helemaal gevuld. Ja. Ik zit in, uh, op een kruifkoord, Was ik een uh, opening aan het doen. Kreeg ik een belletje van, uh, van een collega. Ik zal dan. Vanavond wordt Ronaldinho gepresenteerd in Milaan. Hij gaat van Barça naar Milaan. Niemand weet het nog. Hij wordt vanavond gepresenteerd. En ze vragen of jij daarbij kan zijn. Ik zeg, maak geen fatus toch. Nee, we maken te veel fatus van... Zeg uh, op kantoor of zo. Dan uh, zetten ze wel eens... Uh, dat ik wist bij hem een nummer, had ik gezegd, meneer De Leeuw heeft jou gebeld. De Leeuw. Ja. En dan had ik zo'n 010-nummer gegeven. Maar gaf ik gewoon, het op De Leeuw, gaf ik gewoon die uh, telefoonnummer van, de, die gaat blij Blijdorp. Ja. Dat soort foutjes ja. maakt. Dus ja. ik denk, deze man wil mij terugpakken. Ja. Hij zegt, luister. Alsjeblieft. Hij uh, is ook een broeder, hij ging zweren op alles. Hij ja. zegt, luister, ga nu taxi pakken. Je moet die vlucht gaan halen, anders hebben we een probleem. Ik dus die taxi pakken. Ik, zeg, ik moet naar die taxi uitleggen, luister dan. Kan je... Doorrijden, want de boete is op mij, maar ik moet naar Ronaldinho. Hij kijkt naar mij van deze man. Dat is wel feestwaardig. Rij, 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 rij naar Schiphol. was een collega van mij, want mijn paspoort had ik niet bij me. Die had hem uh, uh, van Rotterdam gehaald, is naar Schiphol gegaan. Maar ik kwam laat daar aan. En je moest inchecken worden. Geen bagage. alleen ja. handbagage toch? Ja. Maar die deadline van inchecken is bijna voorbij. Je had toen nog niet uh, internet, uh, heet, online inchecken, dat soort dingen. <sielly> Edwin Petersen, shout het naar jou. Hij staat daar, hij zegt tegen die mensen, 'ja, hij heeft een ongeluk. Hij heeft, weet je niet ongeluk. Ja, ja dus uh, hij moet naar de wc en zo. Maar ja, als ik nu niet ingecheckt krijg. Hij had wel mijn paspoort, maar je moet toch zelf ook erbij ja. zijn. Hij zegt, hé. Hey, uh, uh, zeg, ja. hij heeft hij stand, ze begund? Eindstand Hij is er doorheen gegaan. En bro, het is net een film, man. Rennen. Naar, die, gate, die gate was ook zeg maar, helemaal aan de andere kant. Weet ja. De ja. Van, ja, 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 rennen, rennen, rennen. En die vrouw stond daar gewoon. Gewoon film, bro. Zegt ze. Net, zeg ze, ze wou net afsluiten. Zeg. Je heb geluk dat je niet een minuut later was, anders is het klaar. Ja. Ik kom binnen, ze hadden al die vlucht een beetje tegenhouden. Eindstand, uh, hoe heet het? Uh, ik kom naar binnen. Oh, die mensen keken boos toch? Ja. <laughs> Wat ook was waar naar binnen gaan, maar we hadden eerst de hele eerste verkeerde kant op gelopen, waardoor we helemaal weer moesten rennen. Hij stond wij toch, we zijn binnen lekker, relax. Eindstand, al oh, die mensen boos kijken. En ik keek naar hem, gewoon van uh, vriendelijk, van jullie weten niet waar ik naartoe ga. <laughs> Ik ga naar Ronaldinho, vriend. <laughs> Kwamen we uit, werden we opgehaald, gelijk bij die vluchthaven. Met, uh, in die tijd was het net uit, zo'n Audi Q7 ja. met de Milan logo erop. Ja. En gelijk erin, film, bro. Wow. En toen gelijk het stadion in. Ik had niet eens tijd om zenuwachtig te zijn. Zijn we daar, en dan zie je wel weer Ronaldinho, weet je. Hij, hij zei ja, uh, zijn Engels was een beetje gebrekkig, maar het kwam wel op neer dat hij, dat hij wat van mij gezien had. En op, op een gegeven moment, ik zou eigenlijk voorprogramma zijn. Ja. Samen met nog een guy, Abbas Farid. Freestyler. En toen op een gegeven moment uh, zijn ze naar hem toegegaan: Hey, we, kunnen zij voorprogramma zijn of kunnen ze ook met jouw podium uiteindelijk dat jullie samen trucjes doen? En eerlijk gezegd, ik heb wel iets meer trucjes dan Ronald Dus ik had dan, weet je, ja. dan is ook zijn shine een beetje. En hij zegt: Nee, 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 voorprogramma. Nee, man. Hij zegt: Laat ze voorprogramma doen en bij mij op het podium. Oh, wow. Dan ben je groot, man. Het is een video. shout dat naar Maar heb je die guy ooit nog weer daarna gezien? Of heb je die... Ik heb hem een uh, paar jaar geleden in uh, Marokko, ja. uh, heb ik hem weer gezien. Ja. Uh, ik moet wel zeggen: ja, kijk, het is niet zo dat je daardoor opeens vrienden wordt. Of uh, uh, ik heb bijvoorbeeld niet dat ik met hem bel of zo. Maar dan is ze wel weer even die liefde, zeg maar. En ja, dan iedereen weer zijn eigen kant op. Mooi. En, en hoe heet het was het ook in Marokko volgens mij, uh, Ron Ronaldo. Maar al zo'n was hij ook in de Marokka. Heb je Cristiano. hem toen ook gezien? Ah, nee, nee, nee. nee, nee. Heb maar hem. heb je hem daarna ooit nog gezien? Of, uh... Nee, ik heb Cristiano... Uh, dat is wel zo'n ding. Ik denk dat je dat zelf ook herkent. Ja. En niet van het geforceerde, zeg maar. Uh, ja. Onze paden zullen hopelijk elkaar uh, ja, weer Dus dat een feest van... Hé hey bro, kan ik je later hebben? Okay, dat is wel moeilijk. <laughs> ja, dat is heel moeilijk. is ook zo. Maar dat uh, denken ja. mensen van... Die nu misschien kijken van... Hey, o, he, o, hij belt misschien met Ronor van, Maar het is lastiger dan dat het ja. lijkt. Misschien is dan instantie. Laat nou, me het zo zeggen. Kijk, uh, ik, ik denk dat jij ook van bepaalde mensen die, met wie je heel goed bent of die je goed kent, niet per se een nummer hebt. Uh, ja. En daar te zien en te zeggen van geef me je nummer. Ja, ja is ja, gek. Ja. Nee, toch hoeft niet. Ja. De love is daar en het is goed zo. Het is al goed man. En meestal ontstaat het ook op de volgende keer als je hem weer tegenkomt, je klets weer, en dan, dan is het organisch. Het is hard, maar het is, ik, ik ben gewoon echt, dat is niet arrogant bedoeld, maar. Ik hoef niet zijn nummer als ik niet zijn mattie ben. Yeah, snap ik ben you. niet zijn Mattie. Ja. Yeah. Voor mij is familie en vrienden met wie ik connected moet zijn. En voor de rest, ik heb zoals hij ook, genoeg dingen te doen. Deze man, bro, hoe je zijn schema zag, was next level. Yeah. Echt alles op de seconde, zeg maar, uitgemeten. En voor mij, bro, I have a dream. Ik ben ja. mijn ding. En ik wil zoveel mogelijk stage delen. Je hebt nu Cristiano Ronaldo, maar je hebt nog heel veel andere voetballers. En voor mij is het al mooi dat ik met hem ben geweest. Het ja. zou mooi zijn als ik hem nog een keer zie, tuurlijk keihard. Ja. Maar zo niet, bro. Weet je hoeveel young legends er zijn? Als je daar blind op gaat staren, dan vergeet je hoeveel nieuwe voetballers er zijn. Hoeveel, net als dat jij mij, mij eigenlijk al van heel lang geleden al hebt gezien. Ja. Ja, het is toch ook mooi. Ik ben aan het kijken naar de next gen. En nou, als ik nu alleen maar. Safe for, hè, je hebt sommigen die gaan dood voor die netwerk toch? Ja. Dat ik alleen maar daar naartoe ging. Als ik met hem connected ben, is voor mij. Bro. Ja. Dan had ik een hele slechte trip gehad. Zeker. Nu heb ik gewoon bro, ik ben Cristiano geweest. Je hebt gedaan wat je moest doen, nee. bro. Het, 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 ik was... heb zelfs, ik heb wel, ik moet wel zeggen zijn, zijn beste Matties. Hij heeft drie beste Matties. O, er is niemand beter dan, dan hun drie, ja. zeg maar. Van nu heb ik alle drie. Nu. Ja. Het is allemaal volgens alles wat ik doe. Ja. Maar ja, ik vind wel dat het. Ik ga niet vertellen van, yo. Ja. Hey, maar, uh... Ebro, hey. nee, nee, maar. Nee, dat is goed, maar dat oh, was nee, oprecht ook. Nee, ik weet, ik weet, ja, maar, ik... Ja. <laughs> Even benadrukken. Hey, fix hem <laughs> even. <laughs> maar, maar, maar wie staat bijvoorbeeld nog meer op, op je lijst? Inderdaad, het zijn meer voetballers, maar wie zou je nog willen interviewen of in ieder geval mee willen voetballen? Echt heel veel, man. Ik uh, sowieso Mbappé, uh, Neymar zou ik echt keihard vinden. Slaat ja. uh, dan zo keihard vinden. Oh, ja. Haaland, die nu opkomt, uh, opkomt, is al een wereldspeler. Ja, te veel, weet je. Ja. Er zijn te veel om nog... Uh, en dan ook nog gewoon young guys die nu aan het opkomen zijn. Ik heb gewoon ja, een paar hele bijzondere gasten al van jongs af aan kunnen meemaken. Ja. Dat ik ook gewoon kan kijken hoe ze ontwikkelen. Misschien later weer even een gesprek van hey, hoe gaat het nu. Maar stel, je gaat met de -Mbappé morgen interviewen. Wat zou je met hem doen qua trucjes? Of zeg maar, nu niet nu, maar wanneer je voet weer helemaal hersteld nee, ja. is. Je been, je Achilles. Eigenlijk, als ja. de mensen de laatste vijf jaar mijn contact met voetballers hebben gezien... eigenlijk doe ik praktisch geen trucjes. Het gaat eigenlijk meestal over de gesprekken die we voeren. En dat we wel wat challenges doen en zo. Maar van de 25 minuten zou het misschien vijf minuten zijn. En, ja. Dus nu zou ik dan die andere 20 minuten doen. En dat is gewoon de human interest. En gewoon... Weet je, proberen die originele vragen te bedenken voor hem, zodat hij op zijn best naar voren komt. Um, ik zou altijd wel humor als wapen gebruiken. Want ja. ik heb bijvoorbeeld zo'n ding die ik bij Christiane ook deed. Dat is gewoon uh, van 19. Uh, nee, nee, dat was wel nee. Ja. Ja. nee, maar ook koppen vangen. Dan geef, ja. gooi ik die bal. Als ik zeg koppen, dan, dan moet je, moet je, je vangen. Ja. Maar je krijgt die struggle toch? Die ja. zegt koppen. Vang. En bij hem ging dat de hele tijd. Bro, hij werd oh. helemaal para. Ja, dat vind ik dan leuk, weet je. Om op die manier. Uh, en zo ga ik maar elke keer per voetballer ga ik heel wat anders bedenken. Laatst met Timber bijvoorbeeld. Uh, pff, gruwelijk verdedigen. Ajax is ook uh, van de next best uh, als verdediger. Ja, met hem gingen we, hadden we een reuzebal in een jaarbus Utrecht. Ja. En dan had hij zo'n autootje en dan moet hij die reuzebal proberen met een tijd sneller dan ik in die goal te krijgen. Dat is ja. een soort van botsauto met zo'n reuzebal. En zo kan je elke keer, weet je. Ja. Uh, een keer uh, pff, gingen we. Nou, vaker hebben we dat gedaan. Dan is er een drone in de lucht. Ja. Wie schiet hem als eerste naar beneden? Weet je, zulke... <laughs> ze duurde dure grap. <laughs> ja, dat zeggen veel mensen. Ik zou een beetje... Kijk, als jij... Uh, zeker als je tv-programma maakt... moet er een bepaald budget bij kijken. Dus ja. Je kan het budget uitgeven. Props, weet je wel. Ja. Je kan bepaalde... dan kan je heel gek uitpakken. Je kan ook naar een restaurant gaan en uh, 500 euro uitgeven. Ja. Uh, die drones die wij gebruiken... ...die zijn maximaal 100 euro. En die kunnen niet... Die moet iemand ook met zo'n beetje speelgoedachtig. Ja. Dus ik ja. denk, drone uit de lucht en zo. Maar bro... Ik ga niet 2.000 euro uit de lucht. Dat, dat, <laughs> ik ben al tegen vuurwerk, snap je ja. En dan ga ik dat soort dingen. Maar ik vind in het kader van wat jij uitzendt... Ja. en dan een 100 euro uh, ding... is eigenlijk ook wel weet je, een dingetje. Ja. Dus, uh, en vaak is hij eigenlijk als hij geschoten is, doet hij het nog. Dus we hebben vaak dezelfde droom wel eens. Drie die doet nog een Die niet altijd, gehandicapt ja, ja, ja. gaat hij gewoon doverliegen. Soms als hij goed raakt, <laughs> is klaar, bro. Weet je, Next level. Foto's zeggen heel veel over iemand. Dus ik heb een paar foto's erbij gehaald. Yes. Uh, hier hadden we het eigenlijk in het begin al erover. Dit is, uh, ja, je laat hier zeg maar, je, uh, ja, je litteken zien. En daar loopt het pinnetje, toch? Ja, het is niet, die pin is niet net zo groot. Natuurlijk, de, de, de openen van de rug is uh, zo tot en met net boven mijn, uh, mijn achterwerk. Ja. Um, kijk, ik had hier dit verhaal op YouTube gedeeld. Ik ben blij dat het, dat het ook redelijk bekeken is. Kijk, die, toen ik zeg maar jong was, uh, was geopereerd en je bent ijdel en zo. Ik schaamde mij voor mijn litteken en voor mijn scheve rug. Dus ik ging naar het strand met een t-shirt, dat soort dingen. Ik had ook, omdat ik slecht at, vet en zo chocola, had ik heel veel puisten. Dus ik was heel onzeker in die tijd. En ik wou eigenlijk met dit ook gewoon laten zien van wacht eens even. Jij vroeg aan mij van, hè, van, tevoren van, heb je misschien iets waar je herinnering aan, een mooie herinnering aan hebt? Toen dacht ik bij mezelf, ja, ik heb het wel, maar ik heb het altijd bij me. Dat is die pin in mijn rug, weet je. Die pin in mijn rug was een struggle dat ik op dat moment geen prof kon worden. Uh, maar tegelijkertijd is het mijn opening geweest naar alles wat ik nu doe. Want door dat ging ik alleen maar hooghouden. Ik ben een echte voetballer. Een echte voetballer gaat niet de hele dag hooghouden. Dat is saai. Hooghouden was voor degene op straat. Als je bent uitgeschakeld, kan je aan de zijkant hooghouden. Maar de echte guys waren <laughs> weet je toch? En als je hebt verloren, moet je uren wachten voordat je aan de beurt bent. Ja. En dan heb je wat te doen, zeg maar. Ja. Maar dit, ik kon niks anders. Dus een jaar lang ben ik alleen maar gaan hooghouden. En toen... Ontdekte ik truc na truc, waardoor ik een van de freestyle-voetbalpioniers ben. En dat heeft voor mij zeg maar zoveel deuren geopend. Ik heb voetballers die. Het liedje wat om mijn eerste filmpje was, is. Na 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 na, na 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 Dat ik nog zo. Dat remix, weet je wel. Bro, ik kom met Obama Hazard, Hazar, andere grote voetballers. Thierry Henry, bro. Die gewoon, de eerste keer dat ze mij zien, dat bijvoorbeeld Obama komt, zij zegt hij groet mij niet. Voordat hij mij groet, hij zegt. En dan he, oh, keihard. He, kippenvel. Echt kippenvel. Dat is, dat is, dat is wat uh, onder andere. Dat weet je, doorzet. Uh, ja, nieuwe pad bewandelen. Wat je net zei, alles gebeurt met de reden. Ja. Uh, ja, ik heb hier. Heel, om iets mee te nemen. Ja. Ik heb hier de Koran bij me. En dat is echt niet om te laten zien: van kijk, mij nou een heilig uh, boontje zijn. Uh, ik wil hem eigenlijk ook halen om mezelf te herinneren dat ik hem. Dat vaker mag openen. Doe je het veel te weinig? Ik doe het te weinig. Dat is toch de laatste post van. Uh, social media kan je best zien van iemand van wanneer is hij het laatst gezien, toch? Op ja. Insta of op dingen. Dan zie je bij iedereen wel een paar minuten of een uur of zo. Ja. En dan bij Koran laatst gezien. Ja, misschien vorig jaar Ramadan. Dat kan, dat kan. <laughs> zo erg is het niet hoor. Ja. Maar het is wel omdat uh, je zei van iemand waardevols mee voor jou. Ja, voor mij, is, voor, mij is dit, uh, voor mij is dit alles. Alleen uh, ja, moet ik wel oprecht zijn van. Hey, Mag wel echt beter. Ja. Dus maar je had nog uh... ja, Ik heb nog meer, nog meer. Of je en zei, ja, ik zit... Nee, weer, nee, ik nee, zit kijk, sowieso uh, Ramadan. Hoe, hoe, hoe viel jij zeg maar, de Ramadan? De hele familie bij elkaar? Of... Kijk, Ramadan uh, is echt om een maand lang proberen dichter bij God te komen. Dichter bij God betekent dus alles wat positief is. Dat betekent als je met je familie bent, is goed. Elke... Uh, positieve dingen wat je doet, is een vorm van aanbidding. Tuurlijk, bidden is superbelangrijk, een van de pilaren. Maar als ik op straat iemand groet uit vriendelijkheid, is ook aanbidding. Want ik weet dat onze schepper daar trots op is dat als jij iemand hallo, hè, hallo zegt of aandacht geeft of uh, whatever. Het zit in de kleinste dingen, weet je wel. En in die maand uh, leg je net meer de nadruk. Een hele maand is ook niet kort, hè? Uh, je gaat vast, natuurlijk, het is ook. Om te denken aan mensen die arm zijn en niks hebben te eten, Alhoewel, dat is echt niet het belangrijkste van de ramadan. Dat is onderdeel om ook dichterbij goed te komen. snap je? Dus alles wat jij goed doet in die maand maakt jou re religieus sterker. En uh, ja, als je heel de hele dag bijvoorbeeld niet eet, wij weten wij zijn ondergang, wij kunnen alles eten wat we willen. Dus wij voelen niet eens wat mensen voelen die echt, want die hebben niet elke dag. Oh ja, aan het einde van de dag ik ga helemaal los. Maar ja. trouwens ook is. En daarin moet je jezelf weer. Weet je, iemand zei ooit: van um, engelen, die zijn geschapen om gewoon de command of Allah gewoon uit te voeren. Die hebben ook niet het vermogen om te zeggen: ja, maar dit, nee. Die hebben gewoon allemaal hun eigen taak, zoals rechter op je rechterschouder, linkerschouder en zo zijn er heel veel andere engelen. Misschien wel miljarden. Command. Klaar, niet nadenken. Dieren. Is vooral desire. Hun hebben niet het vermogen om ergens als zij bijvoorbeeld eten Ze gaan eten. Ze hebben niet de keuze in hun. Hun mind is niet daarop geschapen dat zij een keuze hebben van. En wij mensen hebben wel die mind gekregen. En als kracht en desire, dat soort dingen het sterkste zou zijn, dan zouden wij niet de heersers van aarde zijn, dat is krachtigere dieren, maar ook die lust, weet je wel, een dier kan zijn lust niet onder controle houden. Wij moeten die balans vinden, Dus ook in de avond, als je dan gaat eten. Rustig, maar je maag is kleiner geworden. Er zitten zoveel blessings in. Als jij aan het einde van de dag heel veel eet, is jouw maag groter geworden. Want eigenlijk, overdag als je niks eet, krimpt die. ja kan je eigenlijk niet zoveel eten. Maar toch, omdat je denkt: ja, maar morgen ga ik weer vast. Ga je eten, eten, eten. Wordt je buik dik. Dat betekent: de volgende dag, als die leeg wordt, ga je juist honger ervaren. Want die buik is uitgerekt. Waardoor je dit hongergevoel nog harder gaat krijgen. Tot. En ook gewoon het gevoel van: ja, je kan nu wel eens gek gaan eten. Maar je zei toch ook dat je het ook voor. ...de arme deed, dan moet je ook daar een beetje dus... ...van mij is de maand om uh, en je gebeden nog sterker... ...om je band hiermee nog meer te versterken... Uh, ...alle goede dingen is een vorm van aanbidding... ...en als ik dan na de ramadan uh, als beter mens... ...en dan ken ik ook wat het mensen zeggen... ...ja, hij is, uh, die mensen is alleen maar heilig tijdens de ramadan... ...ook al ben je nu slecht bezig of wat dan ook... ...als die maand jou iets minder slecht maakt... ...of dat je iets minder slechte dingen doet... Dan is de Ramadan al goed voor je geweest. Tuurlijk, misschien heeft iemand zo'n ondergrens van slechtheid. dat je denkt: kom op, man. Maar sluit niemand uit van de Ramadan. In die maand, echt waar. Die, die, die vibe, die gevoel die je met elkaar deelt. kan echt mensen veranderen. Fundamenteel. Het kan een klein beetje zijn. Ja, zo ga ik de Ramadan in. Mooi, man. En ja. dat nee, vind ik belangrijk. Ik vind het ja. ook belangrijk om, uh, om die dingen ook gewoon uh, te belichten. Ja. 2002, 2003. Hé hey bro, <laughs> dit is. Uh, ik trouwens, zo, ik, dat is ook gruwelijk. Ook met me de hoort. bal, hè? Maar hoor dan, dit is Rotterdam Zuid. Hè? Maar ja. Als je die klassenfoto ziet, is alles behalve Rotterdam Zuid. <laughs> ja. uh, ik was. Uh, ik deed HAVO uh, VWO, de ja. eerste klas. En uh, toen was het nog zeg maar Rotterdam Zuid. Ja. Uh, toen deed ik tweede klas. Ja. En toen was ik eigenlijk uh, een niveautje laag gegaan. Maar voor HAVO, dan zit je op een ander gebouw. Ja. Daar was ik gewoon. Met heel veel boys en girls uit Rotterdam Zuid. Yeah, yeah. <laughs> um, met andere woorden, minder mensen met Nederlandse achtergrond. Uh, minder blond haar, blauwe ogen. Maar op een gegeven moment, je had Barendrecht. Barendrecht zit tegen Rotterdam Zuid aan. Maar hun hadden geen drie HAVO, zeg maar. Ja. Yeah. Dus iedereen van Barendrecht yeah. kwam, dit is gewoon Rotterdam Zuid, kwam dus naar deze school. Want ze oh, hadden shit. geen HAVO in hun dorp, zeg maar. Ja. Yeah. Dus dat, is, dat verklaart even, uh, weet je toch? Ik ben wel een beetje straat blijven. Weet yeah. <laughs> Yes. En, en, en dan zie ik jou met een bal altijd met die bal. Dat, ik vond het zo hard. Ik was daar, ik ging altijd panna's uitdelen in de, in de, in de pauze en zo. Ja. En op een gegeven moment dacht ik van, uh, ja, die klasse foto zou komen. Ik zeg: hé, hey, hard zou het zijn dat ik gewoon met mijn bal, mijn grote liefde op dit moment. Ik zeg tegen die man: mag ik? Hij uh, zegt: ja, is geen probleem. Geroe, en, <laughs> ik, <kreeg gelijk. laughs> ik heb nog nooit een schoolvogel gezien met iemand met een bal erop. Maar dat is wel mooi, want het laat zien van. diezelfde bal heeft jou gewoon het ook allemaal gebracht. Die liefde, die passie voor de bal. De passion. Never went. Nooit weggaan. Dat is het, man. En dat is. Ja. Van Ander, daarom weet wil jij. Ik heb bijna volgens mij uren, uren gesproken, maar uh, je praat, die zegt rake dingen. Dat is dus wat je zegt, die heeft je zoveel gebracht, die plezier. En. Dat is ook weer mijn why, toch? Want ik ja. wil spelplezier in voetbal laten behouden voor alle voetballers en voetballers. Hoeveel voetballers kampen nu met depressies, dus het komt naar buiten. Zelfs Pogba heeft even geleden uitgesproken dat hij helemaal uh, depressief was. Pogba, bro, die, je ziet hem dansen, je ziet hem shinen, je ziet hem... Ja. En het is gewoon een keiharde wereld, dat is dan voor de top. Maar ook gewoon voor hoeveel... Uh, er gewoon op de amateurvelden gebeurt. Uh, en ik hoop gewoon dat, dat zo lang mogelijk mensen voetbal waar ze ooit mee zijn begonnen... het wel leuk blijven houden. Ja, weet je? ja. En, uh, so ja dat is die bal, man. Bastien, man. ja man. Oh. Ja, <laughs> <Nog een laughs> zo, over dit, is, dit is mijn oma en mijn opa. Uh, dit, dit, is, uh, dit is alles. Dan doe ik mijn moeder en mijn vaders tekort. Mijn kinderen, mijn vrouw, mijn hele familie, vrienden. Zij zijn onderdeel van alles. Uh, mijn vader of mijn opa is, is uh, ja, heel, heel jong toen het niet goed ging met mijn vader, uh, was ik met mijn bonusvader en met hem heel veel, heel veel opgevoed. Deze man is echt eigenlijk wat de oplossing had moeten zijn van de integratie in Nederland. Hij kwam naar Rotterdam en op een gegeven moment ging hij in een wijk wonen waar maar twee Marokkaanse gezinnen waren. Hij al wist. Ik moet voorstellen, geen hogeschool gedaan... en wat er ook maar wijsheid toe te voelen is. Mensen kunnen slim zijn, maar als ze slechte intenties hebben... is het gevaarlijk. Ik zeg niet dat hij niet slim is, hij is ook slim... maar ook wijs, weet je. Als je goed bent, dan word je wijs. En hij dacht van, hé, hey, wacht even. Net zoals al die Polen die nu bijvoorbeeld op één huisje wonen. Is logisch, toch? Om die huur te delen en zo. Nou, dat hebben zij in het begin ook moeten doen. Maar als je echt gezin gaat stichten... En iedereen gaat in één wijk wonen. Dus alle mokros woonden bijvoorbeeld in Afrikaanderwijk. Zo heet een wijk bijvoorbeeld in Rotterdam Zuid. Dan heb je hele sluis, je bloemhof. En als iedereen op één klutje gaat wonen, hoe ga je dan elkaar leren kennen? Ja. Dan krijg je dus wij en zij. Bro, deze man heeft toen al besloten om in die wijk te gaan wonen, die maar vijf minuten van de moskee vandaan was. Vijf minuten van die andere wijk. In een wijk waarvan hij zei, wij moeten wennen aan hun. Zij moeten wennen aan ons. Bro, ik ben opgegroeid met tante Beb en oom Jan, bro. Dat klinkt helemaal niet straat, maar ik vind het straat. Ja. Tante Beb heb ik vandaag nog gesproken. Deze vrouw hielp mijn moeder bij het eerste breien van mijn van een kleren toen mijn moeder uh, beviel. toen ging niet goed met papa. Uh, zij waren in Marokko, soms ze eventjes alleen. Bro, ging ze kleren breiden heeft ze haar bijgestaan bij de bevalling. Wauw. Tante Beb. Dus ik ben niet opgegroeid met Tata zijn zo. Mokros zijn zo. Ja, mokros hebben hun probleempjes en goede eigenschappen. Tata's hebben hun probleempjes en hun goede eigenschappen. Zo is de hele wereld. Iemand heeft ooit landsgrenzen bedacht ergens in de wereld. Tuurlijk, we zijn verschillend qua kleur en noem maar op, cultuur. Maar niemand, maar dan ook niemand, is boven een ander. En mijn opa zei al heel jong: Soef, alsjeblieft, omring jezelf met mensen met een schoon hart. Als de harten om jou heen schoon zijn, jij zou een beter mens zijn. Zijn hun harten. Viezer dan die van jou, jij gaat verkeerde kant op. Ja. En dat is mij altijd bijgebleven. Dus dit is alleen maar blessings, man. Mooi, mooi heel veel <laughs> wijsheid. Ik geloof daar ook in. Ik geloof ook van. We maken te veel onderscheid tussen. Uh, oh, die heeft andere kleur, die en dat ik zeg. What does, it, what, does, what does it make sense what color someone is? We bleed the same color. Dat zeg ik altijd. Uiteindelijk zijn we onderdeel van de human race. Want als ik bloed, bloed dezelfde kleur als we naar een wc gaan, is ook dezelfde kleur die eruit komt. Dezelfde situatie. <laughs> Dus nee, maar ik vind altijd... We wat zijn dacht, altijd. we toch even onze skelet. Ja. Je heeft geen verschillende kleur. Ja, we zijn altijd nee. bezig met verdeeldheid. Maar ik denk dat de, 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 de verbinding zit. Er. Wat ik altijd mooi vind, ik ben in Amsterdam-Oosten opgegroeid. Mooiste jeugd ever. Waarom? Ik kende de Marokkanen, de Turken, de Nederlanders, de Indonesiërs. Iedereen, alle, alle nationaliteiten die je kan benoemen, die heb ik allemaal bij mij op school gehad of in de buurt. En dat heeft mij, zeg maar zo, gemaakt dat ik in staat ben om in mijn interviews, met iedereen te praten. Soms zeggen collega's van, hé, maar hoe, hoe begrijp jij hem? Ja. Ik ben met hem opgegroeid. Ja. Hoe bedoel je? Ken je hem vanuit je jeugd? Nee, maar ik heb hem... Ik heb ook een vriend gehad die precies zoals hem was. Ik heb ook een vriendin gehad die ook daar vandaan komt. Je kan levelen. Ik maak, ja, ik maak geen onderscheid tussen mensen. Ik wil kijken, wat zegt jouw hart? Dat is heel goed, ik wil weten. Wat zegt je hart? Als jouw hart zegt, ik wil mensen helpen, gunnen, intensie... Als je huid zegt, ik wil alleen maar ruïne, hoofdpijn. Bro, je heb geen ah, tijd daarvoor, man. Nee. Dat vind ik uh, belangrijk. Dus uh, blessing, mooi, man. Precies, mooi. dat maar. Pfft. Ik moet even eentje terug, man. Eentje terug nog, Wacht. Of deze, ja. Wacht, wat, deze? Dat is sowieso mijn vader. Okay. Ja, patron, wat dat ik. One and only. Maar eerst even mijn vader. Dat ik heb is sowieso glad? ook okay. mijn vader gehad. Okay. Okay. Dus ja, ja. Kijk, um, ah, dit, is, dit is mijn vader. Super trots op hem. En... Ik ben gewoon heel blij dat er heel veel mensen hebben bijgestaan, uh, in goede en slechte tijden. En uh, het is mijn plicht om ook goed voor hem te zijn. Bro. Dus uh, ja, shout-out naar hem. En een shout-out naar iedereen die sowieso voor zijn ouders zorgt, no matter what. Uh, tuurlijk, soms laat de situatie niet toe voor bepaalde mensen om hun ouders of anderen in de bejaardentehuis thuis te laten. Maar hey, alsjeblieft, doe er alles aan om de mensen die ons hebben grootgebracht, om die. Het is onze plicht om ook goed voor hen te zijn. En dit is niet van: ik ben goed. Dit, dit is normaal, bro. Ja. Dit is normaal. Hoe, hoe bijzonder is het? Van? Want je zei aan het begin van het interview: van, je hebt drie vaders. Uh, dus je opa, opa, dat heb je net uitgelegd, dat is een van vader. Je biologische vader, maar ook een bonusvader, dus je stiefvader. Ja, mijn moeder is, ja, dat, en het stiefvader, ja. dat het Bonusvader. Ja. Ja. ja, en, en zelfs bonusvader wil ik niet zeggen, omdat hij ook gewoon heel mijn leven voor mij is geweest. En, uh, hij heeft gewoon echt uh, superveel voor mij gedaan, uh, heel veel bijgestaan. En dat zijn gewoon blessings, man. Ik heb ja. gewoon drie vaders, terwijl, ja... Ik vind het ook mooi dat je het ook het... omarmt, want ik kan me ook voorstellen, kijk, ik spreek regelmatig veel mensen die dan bijvoorbeeld in hun jeugd uh, een vaderfiguur niet gekend hebben. Ik ben ook een voorbeeld van, ik zag hem af en toe Ik, ik, was, wel, ik zat ook niet. af en toe naar jou te kijken, want ja, ik heb ja. jou ook een keer horen praten. Ja, 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 snap je? Dus ik weet hoe het is om een uh, vader vaker niet te zien dan wel te zien. Uh, dus ik kan me ook voorstellen, zeg maar, omdat je aan het begin zei van. Uh, dat je vader toen je jong was het best wel moeilijk had. Hoe, hoe herinner jij dat? Hoe was het voor jou als kind? Zijn? Want je, je, je kan niet tegen iedereen zeggen: ja, dit is met mijn vader aan de hand. Of... Ja, nee eigenlijk, ik had dus toen ik jong was echt geen moeite mee. En waarom? Uh, mijn moeder was al heel snel, uh, omdat het ook een beetje. Ja, was een beetje moeilijk in die tijd. Ja. Ja, moeilijke situatie, uh, ook onveilig. Uh, tot ik, mijn vader is prachtig en je ziet hij achter de schermen Hij is, niet, maar, gewoon, hè? Hij is ja, de liefste man die me, Maar op een gegeven moment, als ze op dat moment nog niet weten wat er aan de hand is, dan ja, is dat geen veilige situatie. en uh, ja, Gelukkig is het allemaal goed gekomen. Maar in die tijd, weet je, mijn moeder was nog jong en ouders in Marokko op dat moment. En uh, uh, toen op een gegeven moment moest ze kiezen voor, voor, voor mij, wat heel pijnlijk natuurlijk voor mijn moeder is, uh, Love naar, echt de grootste, een van de grootste, de grootste strijder. Die ik ken. Um, maar ze had wel van: hé, hey, Sofie moet wel, uh, wel snel een vader in zijn leven krijgen. Dat is wel belangrijk. Weet je? Dus in die tussentijd heeft hij veel voor mijn opa voor mij gedaan, daarom ook vader. Yeah. En nog steeds, mijn opa ze, nog steeds alles voor mij en doet ook alles voor mij. Maar wel van: oké. Okay. Dus ik heb eigenlijk al heel jong een andere vader in mijn leven wow. gekregen. Dus Mooi. ik ben opgegroeid met. De situatie ken ik niet anders. Kijk, ja. als, ik, als ik 15 jaar, net als mensen die gaan, als uh, kinderen die uh, gescheiden ouders hebben, als ze puberen, bro, dat is, dan heb je al 14 jaar misschien meegemaakt dat ze samen zijn. Ja. Ik heb niet anders gekend. Alleen op een gegeven moment als je heel veel ouder wordt, dan op een gegeven moment begin 20, dan opeens ga je nadenken. wacht eens even. Ik heb die situatie altijd zoals mijn vader, ik, ik heb dat een plek kunnen geven, maar eigenlijk, hé, hey, wacht eens even. Nu word ik ouder. Als ik de mogelijkheid krijg om dit alsnog uh, op een goede manier, dan... Wil ik daar echt uh, mijn best voor doen? Je. En dat duurde heel lang tot met nu, zeg ja. maar. Dat je weet, hij zit ergens waar ik eigenlijk. Ze doen hun best en zo. Maar dit is niet. Voor geen enkele mens is ja. dat eigenlijk het beste. Je eigen fam. Dus uh, so ja, dat man. En hij. Uh, kijk, man. Ik heb een mooie glimlach. is mooi. Hey. Hey, ik vind het uh, bewonderingswaardig. En wat hij ook komt mooi elke is. dag op kantoor. Iedereen noemt hem patron. Zie je yeah. Hij is patroon. Ja, hij is er ook bij gewoon. Ja, ja. In real ja, ik ben niet meer één no. man zoals ik eigenlijk, ik ben altijd twee man. Dat is leuk man. Toe? Zani, ja. En ook je vrouw, ook Charlotte Naar, maar die, die moet je ook dan met haar gaan praten. Hé, nee, ik zou graag. Uh, Klopt, met je Hoe breng je zo'n gesprek? Want dat is het. Het is echt Charlotte uh, Naar. Het is geen moment voor haar een ding geweest man. Nou, mooi. Toen moesten we moesten wel praktisch kijken hoeveel we dingen weet je, maar dat is logisch. Ja. Zij is gek op hem, hij is gek op haar. Ja. En dat maakt ook een vrouw een vrouw, snap je? Um, vrouw hebben om, om alleen maar uiterlijk. Het gaat om die innerlijk. Tuurlijk, ja. uiterlijk is ook belangrijk uh, tot een zekere hoogte. Want iemand kan een mooi uiterlijk hebben, maar hoe vaak kan, verandert iemand van uiterlijk. Ja. Soms iemand die misschien leuk vond op de basisschool, als je nu zit, denk je wow, ja. middelbare school, en misschien mensen ook bij mij hoor. Maar... Uh, dus uiterlijk is, 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 uh, is. tot een zekere hoogte belangrijk. Ja, maar de is belangrijk. Ja. Primair gaat om uh, vrouwen. Dat is ook waarom ik met haar ben getrouwd. Om wie zij is ja. en wie ze nog steeds is. Dus ja, Charlotte naar haar, ja, ik kan heel weinig nog over haar zeggen. Ik vind het belangrijk. Kijk, in deze picture picture podcast zij deze niet ook, in de picture en zo. Daarom, zo nee, maar ja. ik, ik vind het ook heel mooi, want uh, ik probeer ook in deze podcast, uh, behalve kennis over te brengen. Ik vind het ook belangrijk om bepaalde waarden of normen waar iemand mee leeft. Uh, en dingen die ik ook belangrijk vind, ik vind soms dat we ook uh, de vrouwen in ons leven, uh, behalve onze moeders, ook kunnen laten zien van, kijk hoe bijzonder je bent. Weet je? Dat, soms heb je vrouwen die dan misschien soms denken van, ja, maar ik ben niet belangrijk genoeg. En dan denk ik van, nou. Kijk, dit zijn allemaal grote mensen die allemaal bijzondere dingen doen. En die geven allemaal aan dat een vrouw wel degelijk belangrijk is. Weet je, Mo Bicep die hier ook was. Die ook dan vertelt uh, hoe, hoe, hoe zijn vrouw voor hem is. Dat hij, zijn diamantje, dat je hem ziet stralen. Nee. Dope man, dope! Nee, maar ik vind het mooi. Omdat, weet je, dat, 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 dat laat ook zien hoe je van iemand houdt. Maar laat ook de jonge meisjes zien die tv kijken nu. Of die podcast kijken van... Wauw, iemand kan zo voor mij denken. Of ik kan ook voor iemand zo zijn. Of ik ben iemand zo. Dus dat is ik altijd belangrijk. Van, vandaar dat ik het ook altijd uh, benadruk. Want het, het, weet je zou er eigenlijk niet stil bij moeten staan. Het zou normaal moeten zijn. Maar jammer genoeg in deze wereld uh, wordt er te veel onderscheid gemaakt. Ik vind het belangrijk. Van, je, je bent ook bijzonder. 100% man. Je bent echt... Uh... Ja, je hebt gesproken. Ja, nee, ik hoef niet eens aan toe te komen. Ik wil wel omdat je mijn bicep noemde. Uh, shout-out naar jou man. Ja. Je weet toch eens via camera een shout-out te geven. Ik dus, uh, ben heel blij dat hij hier is geweest om zijn verhaal te delen. Ja. Ik ben heel blij dat hij een andere manier laat zien. Uh, want ik heb, weleens, ik heb net gezegd: van ja, ik hoef geen uh, bladgoud eten in Dubai. Ik weet niet of hij dat gedaan heeft, maar uh, uh, over lambo's te rijden. Maar dat betekent niet dat hij ja, mijn brada um, Hij heeft juist de intentie om te laten zien: van kijk, als je dat laat zien, laat je ook zien dat je met een goede pad ook succesvol kan zijn. En do door dat te laten zien is ook een trigger voor mensen. Want ik kijk, hey, zo, en dan krijg je ook heel veel negativiteit. En dan kun je je verhaal om te laten zien wat echt jou gelukkig maakt. Weet je. En hij kan echt ook dan zeggen, door die dingen te hebben. Kijk, als iemand bijvoorbeeld. Ja, ik heb het wel ge, bepaalde dingen meegemaakt en zo. Maar dat is hij, als hij zegt: Ik heb verschillende lambo's. Maar uiteindelijk maakt mijn familie mij gelukkig. Dat is mooi, man. En dat is ook mooi voor die mensen die hem volgden om die materiaal. Van, ja. Oh, maar als hij het zegt, hij kan wel, weet je, hij ja. kan wel echt zeggen van wat jou echt gelukkig Precies. maakt. Precies. En ik vind het dan mooi dat hij die manier laat zien. En dan hebben we ook al weleens onderling over, gewoon als Brada's. We weten gewoon. Ja, ik heb een andere stijl. Ik weet ook van, ja, dat bepaalde dingen kunnen scoren. Uh, maar het is ook wel weer goed om die andere kant te laten zien van de duurzame, van de lange weg. Uh, en dit laat dan ook weer zien dat wij verschillend onze dingen aanpakken, maar dat uh, love nog steeds honderd is. Ja. Weet je? Er zit geen voor ja, weet je, dus als ik dat... Ik voel gewoon dat ik dit wil benadrukken als ik bepaalde uitspraken doe, omdat... Het is echt niet zo dat iedereen die dat heeft of laat zien per se slecht is. Of het gaat om de intentie waarom iemand wat doet. En ik ken oh, zijn net. intentie. Want ja. Ik was met hem, als ik een verhaal mag delen, ik hoop niet dat je boos wordt, maar hij is helemaal gek op auto's, man. En toen net de Rolls-Royce gehad, reden, gegeten En toen even op uh, Erasmusbrug, ja. dakje open. Ja. En hij had helemaal kippenvel over zich heen, weet je wel. En ik keek hem zo aan en zeg, ja, ik zeg, mo. What's up? Hij zegt ja. Hij zegt wat. Ik ben zo blij dat ik gewoon een voorbeeld kan zijn. Dat ik bepaalde dingen kan laten zien. Om mensen echt te inspireren. Om het beste uit hunzelf te halen. Bro, daar was geen camera bij. Niks. Kippenvel over zijn hele arm. En misschien. Ik heb nu goed. Weet je, toch als je een beetje emotioneel wordt... wat ga je ook niet zo doen. Misschien heeft hij wat traatje gepikt. Maar yeah. dat is toch prachtig, man. Mooi. Zal je zo naar jou, bro. Shout out. Nee, maar ik vind het mooi. Ik, ik vind het ook mooi om. Ik zeg altijd te hetzelfde van Mijn platform is jouw platform. En ik. Daarmee bedoel ik ook van... Uh, ik, vind het juist dat er een, ik vind het juist belangrijk dat er een platform is zoals dit... waar je dit soort dingen kan vertellen. Waar je je kwetsbaar kan opstellen. Omdat in kwetsbaarheid zit kracht. En dat weten veel mensen niet. Het feit dat je heel eerlijk kan zijn over waar je vandaan komt... en kan aangeven waar je naartoe kan gaan... dat maakt je sterk als mens. Snap je? En dat is waarom we blessings krijgen. Die blessings zijn niet alleen voor ons. Die blessings zijn om door te geven... Zeker. Weet je, wat, wat ik mooi vind bijvoorbeeld aan de, aan de islam, wat ik altijd mooi heb gevonden, is van de vijf zuilen. Een van die zuilen is zeg maar de zakat. Dat je zeg maar 5 tot 10 procent volgens mij van je, van, je, van, je, van, je, van je winst of van je geld moet geven aan goede doelen. Dat vind ik zo mooi, maar dat geeft ook aan van dat je je blessings ook door moet geven en moet delen. Uh, dat zijn een, een van de vele dingen die ik mooi vind aan de islam. En dat vind ik ook belangrijk van, om in wat ik doe in deze podcast, Real Talk, om. Um, die kennis ook door te geven. Want Jano, die, die de cameraman, uh, ik heb het er regelmatig over, hè, want hij is ook iemand die mij ook inspireert. Weet je, hij heeft ook veel dingen meegemaakt. Uh, hij heeft, hij heeft uh, kanker overleefd, dus overwonnen. Hij heeft het meegemaakt, uh, een gruwelijke kickbokser. Uh, dat kwam in zijn leven. Alles leek op een gegeven moment down zero te gaan, maar hij vond een manier om weer door te vechten. Dus hij is voor mij ook een champion, weet je. Dus, uh, ja je? dus kippenvel die man koei van beeld koei van beeld dat mensen deze hey, man ook zien keihard, ja man, man dat is real talk. Nu, maar nu snap ik die kooi verhaal nu snap ik die Zou kooi verhaal oh, hey, man deze man Zou je? hey kom 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 even van deze Zou kant we? man kijk ik ga even een verhaal delen die we net hadden hey. ja Allee, man, blessings. deze ja, man, man. man ik ben wel eerlijk ik ben uh, ik vind het niet zo'n goed idee maar hij heeft hij heeft een tatoeage van de kooi Carver en voor deze uitzending liet ik echt met trots het um, is ook een beetje promo-gelijk. <laughs> ja. Mijn kledingcollectie. Weet je, ik heb hier de SC Straatcollectie. En alles wat we doen, investeren we in de straten. Uh, dat is even belangrijk om te weten. Maar we hebben ook de Kooi-collectie. Het gaat over een karper. En die, die karper die ging tegen de stroom in en heeft heel veel meegemaakt. Dus ik liet dat zien. Want we hadden daar een promofilm van gemaakt. is te zien op YouTube. Is echt de moeite waard. Twee minuten doet Tuzani en dan Kooi. Dan ga je het verhaal begrijpen waarom het hem ook echt raakte. Dus hij komt binnen. Hij checkt die ding. En hij zegt van. Kijk, ik heb daarom die karper hier op mijn arm. En nu vertelt Fernando die reden, man, bro. Prachtig. En voor de mensen uh, in nee, die intunen en die kijken, ik, kun ik, je dat kort is mijn even uitleggen... pin in mijn rug is niks, bro. Je ja. hebt gewoon kanker overwonnen. Je Echt lang, <laughs> Maar nee, leggen we die kooi even uit, voor de mensen die nu in China... Nee, dat is eigenlijk al uitgelegd, wat hij zegt. Weet je, kijk, de kooikarper is, uh, is een soort van... Lege uh, the legend of kooi is een mythe. Het gaat over allemaal karpers van verschillende kleuren... die tegen de stroom ingaan. En allemaal, weet je, willen ze, willen ze zeg maar... De, de, de top of the mountain bereiken. En uh, op een gegeven moment is er maar één karper... Die echt al die struggles, al die tegen de stroom heen overwint. En die gaat over die waterval heen, waardoor hij verandert in een gouden draak. En dat is zo van, hey, dat is ook voor iedereen die nu aan het kijken is. Als je aan het struggelen bent, als jij iets voor elkaar krijgt. En die race was niet hetzelfde als andere. Ik weet, het was hard, maar het einde van de finish die jij hebt gehaald, is niet dezelfde finish als die andere. Jij bent tienduizend keer sterker met de verhaal en mindset en alles. En dat is dus wat hij heeft overwonnen. Als hij zoveel tegenslagen heeft gehad, daarom heeft hij nu die kooi karpen Ja. dat <laughs> een Jano man? shout ja. naar hem man? Eh, dag. En dat is voor iedereen. Weet je, dat is ook wat wat denk ik jou ook triggert. Ah. We willen gewoon die mensen die struggelen een podium bieden. Ja man. En struggelen is echt niet alleen degene die arm is of elke keer tegenslagen. Dat kan dus ook een voetballer zijn ja. die. Psychische problemen heeft. Ik had ja. bijvoorbeeld Noah Lang bij mij in Tiki Taka, Tuzani, die gewoon vertelde: weet je, van hé, hey, ik heb gewoon een psycholoog. Als je hem ziet, normaal, iedereen denkt van hé, hey, deze man, hij is een pure, pure guy. Ja. En die gewoon. Ah, ja, zijn kwetsbaarheid laat zien op het podium, waardoor heel veel mensen bericht hebben gestuurd van zo, als hij dat zegt, ik, die met hem identificeren, ja. dat is wat je wil, weet ja. je wel. Nu hey, hij komt, waarom wat die collectie, bij ons is collectie, ja, haar, ja. <laughs> Dit is. Ja, zij is geweldig. Zij zat op Touzani School en ze houdt van voetballen. Ja. En wij dachten ook van, weet je, de modellen die wij kiezen voor de collectie gaan van de hak op de tak. Maar ja. de modellen is gewoon, wij kiezen ze uit. Weet je? Uh, maakt niet uit wat voor kleur of je hoofddoek draagt of niet. Uh, kleding is voor iedereen. En Mocht je zeggen van, hey, deze man maakt wel veel promo nu voor zijn kleding. Hé, hey, weet dat... Je mag alles weet je, gaan onderzoeken en alles, maar we willen alles weer terug in de straat gaan investeren. Want hoe doe je dat nu dan voor de mensen die intuïtief ja, van ja deze ja. man ze is hier <laughs> zeg maar als, uh, dan, ik help in de people, maar je bent ook ondernemer, dus ja, je moet ook ergens uh, geld verdienen. Zeker. Uh, maar hoe, hoe ga je dat zeg maar balanceren? Want je moet geld verdienen om zeg maar alles draaiende te houden, maar je geeft ook aan van hey ik stop ook weer geld terug in, in de straat. Hoe, hoe zie je dat dan? Dankjewel, je wel. Want uh, dat moet ik goed uitleggen? Kijk, um, de FIFA is niet gisteren gemaakt. Rome is niet in één dag gebouwd, uh, noem het maar op. Als je iets heel fundamenteels, krachtig wil maken als legacy, dan, en dit wil jij, oh, jij ik, ik spreek dit uit op beeld, dan is er ook maar één manier om dat voor elkaar te krijgen. En dat is datgene wat je bouwt. Alles daarin te investeren voor zover mogelijk. Je moet zelf nog rondkomen. Uh, ik heb ook wel heus al met dingetjes, maar... Uh, je hebt nog uh, je met mensen op de payroll. Weet je? Ik heb een bedrijf, mensen die daar werken. Er moeten steeds meer mensen bij komen. Dat betekent nog meer kosten. Dus dat moet je allemaal runnen. Anders, ja. anders ga je failliet. dan ga je kapot. Ja, ja. Maar het is net als een huis bouwen. Weet je? Kijk, als wij een hut gaan bouwen. Ik kan hem cheap bouwen. En we hebben een hut. Klaar. Als ik daarop ga bouwen, gaat het vallen. Maar als je een flat hebt. Stel, ik heb nu mijn eerste verdieping heb ik betaald. Dan kan ik bijvoorbeeld huurders geld vragen, toch? Met dat geld wat die huurders mij betalen, kan ik bijvoorbeeld allemaal luxury dingetjes gaan doen en uh, 10.000 huizen gaan kopen. Of uh, allemaal gekke dingen doen. Maar ik kan ook met dat geld tweede verdieping gaan bouwen. Want hoe meer ik, zeg maar, business draai met mijn producten, hoe minder ik afhankelijk zal zijn van andere partijen. Bedrijven. Stel je voor, je business draait om sponsoring van bedrijven. Als die bedrijven ermee stoppen, heb je een probleem. Ja. Um, als je uh, zelf niet datgene wat je hebt. Kijk, ik ben een persoon, maar pakken kan je multiplayer is schaalbaar. Je kan heel veel pakken gaan maken, je kan heel veel andere producten maken. Um, en dat heb ik gewoon nodig om, om hopelijk de grootste voetbalflat ooit te gaan bouwen. Want zolang die flat niet groot, is, groot genoeg is, um, dan kan alles waar je nu aan werkt kan heel kwetsbaar worden. En dat is wat ik niet wil. Dus eigenlijk zeg ik aan de ene kant. Ik wil die good guy zijn. Tegelijkertijd moet ik die good guy zijn. Anders ga ik nooit die legacy kunnen opbouwen. Ja. Dat, dat is... Die good guy, de brand, heb je weer nodig. om de geloofwaardigheid en de brand door te laten lopen. En nee, ook het geld wat ja. gemaakt wordt. als ja. ik dat niet terug invest. Ja. wat kan ik dan bouwen? Ja. Ik kan dan niks bouwen. Als jij... oh. FIFA kan niet morgen failliet gaan. FIFA kan niet over tien dagen failliet gaan. Dat oh. is een hele instituut. Door de hele... Ik weet niet of het een goede voorbeeld is. Ja. Maar snap je het? Ik probeer helemaal aan te geven dat alles wat in tientallen jaren is opgebouwd, kan je niet zomaar afbreken. Ja. En, en dat is wat ik, uh, wat ik wil. Ja. En daar ben ik al, ben nu 35, sinds mijn 18e, 17e, kan ik zeggen dat ik een beetje daarmee bezig ben. Uh, niet met FC straat heb ik later gezicht gegeven, maar ja. toen was je al bezig met, dat vind ik trouwens ook een mooi voorbeeld om te geven, toen was ik ook al eigenlijk bezig met die legacy, zonder dat ik het een voet, voet en handen had gegeven. Ja. Al die netwerken die je hebt gedaan. Al die effort. Die zorgen er nu voor dat ik FC Straat heel goed kan etaleren. Ik hoor wel eens mensen zeggen. Ik ga nooit voor iemand werken. En denk ik bij mezelf. En veel mensen zeggen dat. Dan. Dan zeg ik tegen mezelf. Wat betekent voor een baas werken? Als jij in een bedrijf werkt. Dan heb je een werkgever. Maar die kan je ook als klant zien. Want als jij een bedrijf hebt. Werk je uiteindelijk voor je klanten. Dus linksom, rechtsom. Jij gaat sowieso voor iemand werken. <laughs> ja. Linksom, rechtsom. Jij gaat ja. sowieso voor iemand ja. werken. Alleen, als je alleen al spreekt, ik ga voor iemand werken. Als dat jouw why is, nee man. Kijk, stel jij wil bijvoorbeeld... Stel dat je toch blijft in, ik wil niet voor een werkgever werken. Of voor een baas. Weet je wanneer je al ondernemer bent? Het woord ondernemen zegt het al. Jij onderneemt iets. Als jij onderneemt om in je eigen tijd teksten te schrijven. Of nieuwe talen te leren. Dan onderneem jij iets. Dat is nog... Ondernemen denken mensen alleen maar, je moet geld maken. Ondernemen is iets doen, dat zegt het woord al. Dus als ik bijvoorbeeld nu 0 euro heb en ik heb geen CV om een goede baan te pakken. En ik kan een job pakken waar ik misschien 15 barkies of met 80, 7, ik woon nog thuis. Ik kan 80 uur pakken. Ik probeer weinig in mijn kosten te zitten. Ik ga dat vijf jaar lang doen. Alles wat ik heb, een gedeelte thuis. En ik stek het. Dan heb ik een basisbedrag om daarmee een onderneming te gaan starten. Maar ben je dan pas die ondernemer wanneer je die onderneming start? Of al die vijf jaar geleden dat jij die plan had gemaakt van ik ga nu daar en daar werken. Om uiteindelijk dat en dat en dat te gaan doen. Vanaf dag één man, dat is de intentie, de motivation. En dat is wat ik wil meegeven. Weet je, van, ja, niet en niet iedereen meenomt. hoeft ook een ondernemer te zijn. Hè? In de zin van, iedereen denkt dat je een bedrijf moet hebben. Het wordt natuurlijk nu heel erg gepromoot. Maar overal van, ja, je moet je eigen bedrijf hebben, je eigen ding. Uh, maar niet iedereen heeft die behoefte. Voor niet iedereen is het zeg maar weggelegd om dat te doen. Het hoeft ook niet bedoel, uh, weet je de, de bakker die het op zijn manier doet of de persoon die gewoon bij de Ikea of whatever die ergens werkt die zolang je blij bent met wat jij doet maar voor andere mensen ze hebben een andere purpose en voelen onrust in zichzelf en daarom willen zij op een andere manier ondernemen om Natuurlijk. een onderneming op te zetten omdat groenig. dat is de boodschap die ze hebben meekrijgen van jij moet dit doen jij moet dit dus stemmetje in je hoofd ja. jij moet dit doen jij moet dit doen en dan is het weer anders kijk okay, daarom en dat is dus gruwelijk dat je dat je hebt gelijk Precies dat Eigenlijk moet je niks, behalve wat jij echt wil. Ja. Dat is wat je zegt. Ja. De motivation, the dream. Dus ik vind het wel... Kijk, we hebben nog meer foto's. We kunnen echt uren vragen. Ik wil nog bellen met iemand, hè. Met Hakim misschien straks ook een mooie Hakim is, maar dit is mijn brother. Nee, ik had Fatih de Stille Rapper. Ja, we gaan er even erbij halen, wacht even. Ja, dit is... Je hebt hem net, ja. ik hem net, wacht. Kijk, kijk, kijk. Ja. Dit is Fatih, de stille rapper, ja. en op zijn elfde ging hij met een hersenvliesontsteking, wisten ze nog niet, ging hij naar het ziekenhuis, heeft hij verkeerde ruggenprik gehad, waardoor hij niet kon lopen en niet meer kan praten. Hij zit in een stoel waarin hij met zijn ellebogen typt op een toetsenbord en via een microfoon komt er dan een stemgeluid uit. We zijn nu ongeveer tien jaar connected en echt waar, dit weer is echt niet van kijk mij nou een good guy zijn, ik denk als je Bekend ben of ook als je niet bekend bent, gewoon binnen jouw handbereik offline en online uh, iemand kan helpen. Binnen jouw uh, mogelijkheden. Je moet jezelf niet kapot maken. Help jezelf goed dat je anderen ook kan helpen. Want als je jezelf kapot maakt, kun je niemand helpen. Hij is zo eentje die, dus dat is gewoon mijn plicht, maar tegelijkertijd is hij een van mijn beste vrienden en motivators. Omdat deze man weet wat het is om te lopen, te rennen, te praten, te lachen kan hij nog steeds. En die heeft gewoon door de verkeerde geprikt, bro. Die door zijn zenuwen is gegaan. Kan niet meer lopen en praten. Deze man, elke dag wordt hij wakker. Het zijn prachtige mensen die hem hebben opgevangen. Echt superhelden. Dag in dag uit. Super lieve mensen. En altijd het in het begin over mijn gips, weet je wel. Ja. Deze man, weet je hoe chic hij is? Ik heb nu tien jaar met hem contact. Sinds een paar jaar heeft hij ook WhatsApp, is mogelijk. Oh. Nice. En moet je voorstellen, heel de dag is best wel, die 24 uur is lang, weet je wel. Yeah. Hij heeft niet heel veel afleiding. En... Ja, bro, hij zit. Dus hij heeft mijn nummer. In principe zou je kunnen zeggen van, hé, hey, deze man belt je zeker elke dag. Nee, man, bro, hij belt mij misschien één keer in de week. Soms één keer in de paar weken. Wauw. En dan zie ik hem. En dan zie ik hem lachen, bro. En dan denk ik van, my guy. Oh man. Kijk, dus ik kan wel zeggen, ja, ik ben goed guided dit bro. Hij maakt mij sterk, snap je? Ja. En de reden dat ik nu ook met hem ga facetimen, dat zou ik ook niet zomaar doen. Dan zou ik alleen over hem vertellen. Maar ja, Vati, jij gaat kapot verschijnen. <laughs> <laughs> jij gaat kapot verschijnen. Uh, volg hem op Instagram. Stille rapper. Uh, ik ga nu heel even met hem facetimen, want ik met hem wat. Want ik en kan hij loof. spreekt via een computer voor je de, een computer. Ja, alleen het duurt niet. Het gaat wel wel lang. Dus ik, ik, ik dacht gewoon heel even hem uh, het cool, shine geven. Het is ook bij die mic dat je <laughs> dat geluid <laughs> ja. ook hoort. Ja, van ja, ja, ja. ja. Allee, zo. Allee. En ik, zo, ik doe ook nog even screen recorden. Dan <coughs> kan je misschien in de edit gebruiken. Ja. <laughs> ik heb screen recorden. Dan uh, ja. kun je misschien ook zien. Hé, hey, die kom op, man. Je moet wel opschieten. <laughs> 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 hij heeft allemaal foto's met hem. En hij vindt het gruwelijk. Ja. Yeah. Fatiha, biashkum. Oh. <laughs> mashallah, mashallah. Uptum, uptum, uptum. Kijk eens, ik ben uh, met mijn uh, Arubaanse neef. <laughs> ah! Je <You laughs> kunt, alles goed. Kijk wie, kijk wie op het scherm is. Kijk, kijk. Kijk jou hier. <laughs> ja, bro. Ay, ay. Hey, je hebt je helemaal zitten voorbereiden. Je hebt alleen maar tegenlicht, man, bro. Ik ga wel even een liedje voor jou zingen, Tamam. Takmeetjes, Kolena. Elina da Muneveni Orteiring. Dembjat lattejaar. Ah, ze zei, nou zeg ik, is je chirupisch, Broer, ik zie alleen je voorhoofd. <laughs> uh, ik moet wel zeggen, ook voor hem, op het moment dat hij heel enthousiast is en zo, dan worden ze pas met iets meer, zeg maar. Ja. Normaal kan hij veel beter zeggen. Sorry, nog een keer. Ah. Hij moet even naar binnen. Oh, waarom moet hij naar binnen? Kijk, dat is beter. is Heel veel love naar jou. Volgens mij heeft hij iets te lang buiten gezeten. Je bent verbrand. Alleen maar liefde, man. Shout-out naar die man achter jou. Altijd liefde. Adios. Je komt bij Real Talk, Fernando, hè? Shine, shine. <laughs> <laughs> shine shine, <laughs> kijk hoe blij die is. Love love. Maar alleen man. maar liefde man. Ik ga ophangen ja. Tot later. Mooi man, dit vind ik mooi man. Dit zijn die uh, is die necessary realness man. Hier ook hè. Maar dope dat je dit doet bro. Dit zijn. Ja, uh... nou, maar toe we het over hadden toch. Dit moet normaal zijn. Ik zal hem gelijk naar je airdroppen trouwens. Ja. ja ik, ik edit ook en zo, dus ik weet hoe die dingen gaan. Weet je kunt er nu gelijk op een goede kwaliteit houden. Ja. <laughs> Heb je? Hem? Ja, drop hem zo maar. Ik ga even, nog, even langs. Ja, deze foto is... Um, ik zat toen in, in zo'n selectieauto van KNVB. dat was eigenlijk, uh, ik denk uh, een jaartje of zo voordat ik uh, geblesseerd raakte aan mijn rug. Dit zegt niks. Hè. Ik bedoel, het is echt niet zo dat ik denk dat als ik daar kijk, niemand prof is geworden. Dus het is ook echt geen... Denk van, oh ja, Als je hier was, dan zou je prof worden. Maar ja, uh, ja dit is. Toen kijk je naar deze foto dan van. Dit was toen de droom er was om. Uh, profvoetballer te worden. Het was voor het alles. Ja, maar ik dacht van. Deze foto is niet veel gedeeld. Of helemaal niet volgens mij. Ik dacht voor jou, bro. Ja, toch, we zijn bij Real Talk. Ja. Om dit even. Uh, eigenlijk te de Was deze voor mijn rug. Als we die, mijn rug hadden besproken. Maar dat, dat is voor heel, bro. Ja. We gaan gewoon, het is iets geëdit. Ja, ja, ja. Kijk, met tv ja, nee. gaan ze gewoon letterlijk knippen. Van het begin begint het hier. Het mooie aan real talk, net als bijvoorbeeld in een echt gesprek, ja. zo ga je soms in... Van de hak op de tak heen en weer. Is het is niet geregisseerd. Klopt. Het is real. Want een echt gesprek gaat ook van... Hé hey man, ik zag je gisteren. Hé hey, trouwens, twee weken geleden... Oh, twee... Weet je, volgende week ga ik... Dit doet gelijk die... Dat is mooi bro. En dat is, dat is waarom dit zo ongeprocessed... Uh, weet je, ik zag tegen mensen van... Dit interview wordt niet geknipt. <laughs> is gewoon, dit is gewoon... Het is wat het is. Het <laughs> Is real man, ja. Yeah. <laughs> dus ja, ik, ik kan kan nog wel heel veel over zeggen, maar uh, ja, het, is, uh, het was gewoon uh, voor uh, ja, eigenlijk tijdens I Have a Dream. <laughs> Toen werd dit, die dream ik kreeg een andere. De dream werd veranderd. Ja. En de dream is ja uh, toch? Ja, we hadden nog, ja, deze man. Ja, ja wat Kijk, wat? mijn kapsel. Daar. <laughs> Hakim <laughs> zei nog tegen mij: van, hey, fuck aan mijn job, bro. weet de andere kapsel. <laughs> Niemand durft dat te zeggen, <laughs> Ik was kapot blij met Je was kapot z'n moer gekomen, op deze van, foto. Van, hey, nee, man, let op die, let op ja. die kapsel. Ja, hey, dit is, dit is um, ja, wat ga ik je zeggen? Ja, deze man is een van de realist in the game, man. Heel is dope. Gewoon, uh, Heel dope. Uh, ik weet dat best wel veel mensen wat over hem hebben gezegd. Ik kan jou zeggen, van alles wat ik met hem hebt meegemaakt, vind ik hem echt, echt een van de realist. Die guy, weet je, om een voorbeeld te geven, ik het ook laatst in mijn tv-programma, ik vond dat het niet helemaal lekker uitkwam, dus ik vertel hem nog een keer. Ja. Deze man is zo eerlijk, zo real, gewoon zonder camera en niks. Deze man heeft zo lang gewacht om zijn transfer van Ajax naar een andere club te maken. Oké, keer was van een, hey hoe dan? Hij, is nog, hij was zo kieskeurig om een plek uit te kiezen voor de next step dat Chelsea. Goed moment. Trainer Frank Lampard had hem gehaald. Frank Lampard, oud voetballer, legend, alles. Een paar maanden hij was aan het chijnen. Speelde gruwelijk. En op een gegeven moment kwam er een punt dat Lampard ontslagen werd. Het is fair, Als jouw trainer wordt ontslagen. Ja. Terwijl hij jou gehaald heeft. En er komt misschien een andere trainer die een hele andere idee heeft. Het heeft niks met jou. Het kan met het systeem te maken, wat dan ook. Dat gebeurde bij hem. Ja. Dus wat gebeurde er? Um, er kwam een andere trainer, Tugel. En deze man heeft veel pech gehad, ook met blessures en zo. Aannet. En ook nog eens een ander systeem, wat hem op dat moment niet lekker lag. Moet je ook een beetje tijd inkrijgen. En plus, ze pakte ook nog eens Champions League, ja, die ook wel onderdeel van was geweest natuurlijk. Maar... Dus ik ben met hem zo, geen camera, niks. Ik zeg, uh, Hakim. Ik zeg, uh, Lampard, uh, goede guy. Hij ja, Goeie guy man zeg maar, die Tugo, ik zeg, hij is kaka-trainer. Hij zegt, nee man, dat is een goede trainer, man. Dat was de trainer die hem niet liet spelen. Op dat moment. dat moment. Wauw. Ik zeg, maar hoe bedoel je? Je speelt niet en zo. Ik zit in die emo, toch? Ja. Hij zegt, ja, maar jij zegt kaka-trainer. Hij zegt, het feit dat ik niet speel, maakt hem geen slechte trainer. Wauw. Ik dacht, hey, deze man. Dit is maar een anekdote van ja. hoe real deze guy is, weet ja. je. En uh, ja, dat wil ik gewoon uh, ja, bij deze even nog een keer ja. vertellen. Ja, want ik is veel over, over hem. Uh, weet je, ik, ik heb mijn vibe bij hem, ik heb hem maar één keer volgens mij ontmoet. Heel snel, sprak ik, ik ga even een box. Uh, ik heb altijd goede energie bij mensen. Ik zie bijvoorbeeld van, dit is een toffe guy, een gunner. Mm -hmm. uh, en ik, ik zei ook op een gegeven moment tegen Matty van mij van, zie echt gaat een keer een real talk om. Hij zegt, maar je kent die keer niet persoonlijk. Hij komt een keer een real talk. Wat ga je hem vragen? Ik zeg, real talk, ik, 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 ik bereid niks voor. Ik wil gewoon zijn verhaal, gewoon uit zijn mond. Want hij is een motivatie voor vele anderen. Dus als jij me dit zegt over hem. dan klopt het, het gevoel dat gevoel: ik ben hem, had. Hakim. Jij bent Rio dus riw Talks. Hé. Hey. Hé, zie je? Hey. Hey, Brofsky. Nee, maar gewoon sowieso, Charlotte hey. naar jou. Uh, nee, is, ik zie op, wat je doet, man. Hij, hij is. Ja, wat ga ik je zeggen, man? Oh, Fatih. Ik moet fati op Fatih op fati Wat heb je nu beter <laughs> Fatih, ik zit nog in die podcast. Hey. Fatih! Bro, we bellen later. Ja. We Upte later. upte hem. Love bro, love. Um, mooie dingen man, mooie dingen. Ja. Is... Mooie dingen. Maar hij is ook echt bevriend met jou geraakt in deze, in deze periode. Ik, ik ben met hem al heel lang connected en eerlijk, het is echt niet dat wij dagelijks of wekelijks met elkaar spreken. Zo so, had ik ook laatst gepost, weet je. Uh, we, do, we don't talk on a daily basis, but our hearts are connected on a daily basis. Oh, dat is mooi. En dat is precies met hem, man. Hij is. Heeft hij ook gezegd in het programma, weet je. Van ja, hij is wel. Op een bepaalde manier heeft hij wel een schild voor zich. Ja. Dat is ook goed, weet je. Want deze mannen, je moet voorstellen, ze worden continu worden ze, uh, worden dingen aan hun gevraagd. Je moet goed kijken wie uh, weet je, goed en slecht, slecht ja, met je heeft. En hij had wel van ja. Hij heeft net zo lang die schild. Hij zegt, ja, vroeg of laat vallen ze toch wel door de man. Toen dacht ik van, tot het moment, ik had niet doorgevraagd, ik vroeg me, hoe bedoel je daarmee? Hij zegt, kijk, als jij gewoon, ja, je hebt gewoon met niemand een verplichting, je weet je toch, als dus mensen allemaal wat van je willen, heel vaak heeft hij gewoon die, die schild. En dan gaan mensen opeens heel snel roepen, hé, hey, maar je bent gaar, man. Dan denkt hij van, zie je? Door de man gevallen. Ja, klopt. Ik ben helemaal niet mee hey, Hé, die ja. man is ver. Als je de lang, de lang genoeg speelt. Zie je, als, je, als je lang genoeg kijkt, dan zie je heel snel wie theater speelt. Heel veel mensen spelen op social media. Uh, lief, ik gun jou, dit en dat. Ja. Maar in real life zijn het gewoon pannenkoeken. Snap je? En, en ik heb altijd zoiets van... Wie ben je echt? Kijk in de spiegel. Dat is de enige persoon waar je de end of the day mee moet doen. Dus als jij de hele dag nep speelt en nep dit en nep zus... uiteindelijk wordt het realiteit. Ik okay. ben, mag ik dan gelijk een shout-out geven aan iemand? Geef een shout-out, man. Baba Yaga, kom naar voren, man. <laughs> deze man, van hele korte, snelle jelle. Ik heb deze man zo lang niet gezien. Hè. En ja. nu ook met mijn gips. Zo al lang al gaat chillen. Kom, bro, bro. Kom, weet je... hey, kijk hoe bescheiden. Ja. Dit is Baba Yaga. Jullie kennen hem allemaal. Uh, als, als we het hebben... Zo. Hey, so. Ik moet jou niet... <laughs> Alleen maar love, man. Hij is voor mij allemaal gezonde producten komen brengen. Kom even iets dichterbij. Of aan deze kant, bro. Kom, aan deze kant. Hé. Hey. Als oh, dan, is, is, sorry man, deze yeah. is, weet je man Bro, dat is <laughs> real talk, mensen man, zien van... Nu, mensen lopen als men, van in. als ja. mensen ons samen zien bro, dan, weet we toch, sorry, misschien denk ik, hé, hey, wat een gekke combi. Wij hebben in beeld, dit is de eerste keer yeah. dat wij samen in beeld zijn. Ja. Hè? Ja. Dit is de eerste keer. Deze man, viel in Damsko. Uh, hij is... Oh ja, sorry. Oh, man, man, <laughs> man. Man. Hij, hoe ik hem ja. nu zie praten. Hè? En ik ga eerlijk zeggen, niet alles wat hij aankaart en zo zegt, ben ik niet eens met hem eens, maar dat mag. Ja. Maar deze man, hoe hij takkiet en zijn Fatous, bro. Ik heb hem altijd zo gekend. We zaten in Rotterdam-Zuid. Hij was echt die straatmannetje, ook met Bali. We gingen samen Bali en zo. Ja. Hij heeft mij ook een beetje geïnspireerd om die Prada's en zo. Die man hij haalde toen al Prada's voor zijn kinderen. <laughs> Kom kwam ik met die Prada mijn eerste filmpje doen en zo. Ik wou hem gewoon even love geven van, hé, hey, deze man is real, real, real. Dit is gewoon niet eens geregisseerd. <laughs> weet je en, en, en ik heb en, 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 en di, dit platform bedoel uh, mijn cameraman uh, en broski's, ja we zijn heel tijd gewoon een korte tijd Jano die komt ook in beeld gewoon ik gooi die man gewoon die man, denk wat ja, de hel hij is freshheid met die, weer vandaag dus, <laughs> hey Moxie met die hoor hey. <laughs> snap je en uh, uh, je ziet er goed uit toch nee maar je ziet er goed uit man Broskies. nu gaan alle mensen al een bericht sturen hey wie is die keel Jano hoor Support Fernando, man. Deze man stelt je gewoon op je gemak. Je kan je ding doen. Sorry als ik te veel heb gesproken... maar ja, daar is wel een beetje de podcast voor. Hij heeft mij veel ruimte gegeven. Je weet, een aanvaller moet je niet veel ruimte geven. Voor je het weet zit hij in het buitenspel. Maar Guillermo kon ook... Maar hier is het voor, bro. Ik zeg altijd nogmaals... en zo moet je het ook op je social media, als je dit deelt... Mijn platform is jouw platform. Ik zet ook tegen Mobis. Ik zeg tegen iedereen van: Als je een verhaal hebt. Als er controversie. Of whatever tegen je is. Of je wilt je hart luchten. Kom bij Real Talk. This is necessary realness. Dit zijn waar die echte gesprekken komen. Ik doe dit al jaren. Ik, sinds 2004 ben ik al fully professional met de radio bezig. Alle grote hip-hop acts die heb ik als eerste gepusht al op de radio. Ik geloof echt in talent. En ik geloof in het delen van een de platform. En gunnen. En ik vind het vet hoe jij ook andere mensen gunt. Talenten, voetballersupport. Maar ook mensen die het minder goed hebben. Uh, dus dat wil ik profileren. Dat wil ik naar boven brengen. Want ik vind delen is vermenigvuldigen. En uh, hoe meer liefde we delen, hoe meer is je gaat vermenigvuldigen. Dus mijn platform is jouw platform. So Whenever you want to talk, come to real talk. Dat is wat er gebeurt. Mag ik hem afsluiten? Tuurlijk. Volgende keer gaan we wat kritischer zijn op elkaar. <laughs> Alleen maar liefdier. Kan niet. dat je ook een beetje Nee, nee, maar, nee maar dat, dat nee, mag. Maar dat mag. Ik, ik, ik denk dat dat ook belangrijk Zeker. is. Want vaak in Nederland heb je bijvoorbeeld journalisten die kritisch zijn voor het kritisch zijn. Dus je gaat iemand interviewen, maar je bent al, je bent al pessimistisch op basis van: Heb je het echt gedaan? Nee. Heb je dat echt? Ik, ik storm me daar persoonlijk aan. Iedereen doet je eigen ding. Maar ik vind, als ik hem uitnodig. Laat die man uitpraten. We hebben twee oren gekregen en één mond. Dat betekent dat luisteren belangrijker is dan spreken. Dus luister naar wat iemand te zeggen heeft en reageer vervolgens. Soms zegt hij het al in zijn woorden. En dan de volgende keer als hij komt, dan gaan we op basis van het eerste interview, gaan we nog een gesprek voeren. Dat is real talk. Dus als dus ik, ik volgende keer kom, ga je heel deze ding terugkijken? Bro, ik kijk al die interviews drie, vier, vijf keer. Hoort. Laatst zei <laughs> iemand nog tegen me van, uh, ja, weet je wie je ook moet interviewen? Al Ik moet die. Maar die heb ik al geïnterviewd. Oh, Dus ga, al, ga ja, 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 ja. die link hieronder checken. Ja, Dan zie je zeg maar een hele link met alle verschillende interviews die ik al eerder heb gedaan. Er komen nog veel meer. Uh, blijf gewoon reageren. We gaan ook iets tofs weggeven. Uh, Sofien weet het nog niet, maar we gaan wat dingen. Gewoon zeg paar. Uh, we gaan, veert, we gaan alles, uh, een, een, een mooi geluidige... pakket samenstellen. 100%. Bij deze. En uh, dus bij deze. Ga naar de description. Klik erop. Link erop, laat een mooi bericht achter. De mooiste berichten, tien van de mooiste berichten, gaan dus een heel mooi pakket meekrijgen. Snap je? Dus zo vind ik, what the fuck, ja. Nee, maar, <laughs> maar als, als je het vat voor, ja, ik, ik, ik had het eigenlijk zelf moeten zeggen. Nu voel ik me gewoon uh, die grieziek guy. Wel... zeg maar. Ja. <laughs> maar, het mooie is, maar het mooie is, ik heb nog niet gezegd wat er is dit. Ik kan nog een sleutelhanger zijn. <laughs> nee, maar het nee, gaat... Shout-out op Insta. Ja, yeah, shout <laughs> op Insta. Nee, maar het <laughs> gaat gewoon om de, om de motivation. En uh, ik vind het gewoon tof, um, sowieso bij elke Realtalk. Dit is voor jou, dit wordt voor jou gemaakt. Uh, reageer eronder, like het, subscribe, hoe groter het kanaal wordt, hoe beter het is voor de motivation. Als je wilt dat positiviteit meer gepusht wordt, uh, leerzame dingen, want al deze interviews zijn legendary. Niet eens arrogant bedoeld, ga ze allemaal checken. Je leert meer over die persoon dan je ooit had kunnen dromen. Als het denkbaar is, is het mogelijk, trust me. Ja. Ik zeg eerlijk, de eerste in deze twee uur ongeveer, wat is het? Dat je zeg maar, mij in die ja. prijzen hebt gezet. Ja. Dat ik die prijzen moet geven zo. Ik ja. zeg: mijn maar, vader even zo naar jou kijken: van hé. Hey. <laughs> <laughs> grapje, grapje. Ik kijk helemaal niet zo. Alleen maar liefde, man. Love. Love man, maar. Like, man. Ja, man. Dus real talk. Delen is yes. vermenigvuldigen. Ik check je in de volgende editie. En laat sowieso altijd weten wie je nog meer wilt zien. Uh, maar reageer vooral met wat je tof vond aan het gesprek. Waar je, je waarde uit hebt gehaald. Wees lief voor elkaar. En uh, mensen die ook producten willen promoten. Yeah. <laughs> Adverteren. Real talk kan ook bij deze. Je hebt iets nieuws geïntroduceerd, maar hier door man. Ja, alsjeblieft man. Mensen kunnen gewoon uh, N -n adverteren. Ja you know toch? That? That, Shout-out naar to jou, broos. You Doe your thing, man. I see you do your thing, man. Love, man. Thanks you for it. Real talk. Only the real Keep it hard keep it back. That's your point. Namelijk, shout out aan Die okay. moet het allemaal gaan monteren. Love naar die man. Ja, toch? We doen dit, man. Ja, we gaan die camera uitdoen. <laughs> nee, <grap. laughs>